Angry Nerds is taped in front of a live chat room audience. Mijn koptelefoon die stond zo hard dat ik echt dacht van ik hoor allemaal, er zit ruis in het systeem. Maar dat was helemaal niet zo. Het was wel mijn koptelefoon die knetterhard stond. En dat komt allemaal door het muziekprogramma van de zondagavond. Dat is altijd wel heel erg gezellig. Hey, hartelijk welkom bij een nieuwe Angry Nerds vanavond in de studio. Jos. En Chantal. Applaus. Begin je nou met applaus? Ik doe Lisette na. Oh ja, nee, kijk, Lisette die zit gewoon daar. En die krijgt natuurlijk wel een applaus. Die heeft vorige keer kreeg ze geen applaus van mij. Dus moet ik even. Vorige keer, dat was al heel veel geleden hoor. Ik ben het een paar keer vergeten. Ja, ik wil ook gewoon applaus. Ja, maar waarom wij verdienen allebei applaus, Chantal? Ja. Trouwens, mijn ego vindt het ook een heel goed idee. Wat is deze? Ja, waarom zeur jij hier niet over? Ja. Ik wil ook applaus. Anders dan gaan we gewoon even. Ik hoor, er druppelt wel van alles deze week. Goed, komen we zo op. Nou, hoewel, ik ben een beetje geschrokken. Ik kreeg een mailtje. Ik ook. Van de politie. Ik twee. Jullie ook al? Ja. Ja. Ik zag het op de pad, dus ik heb klikkerdie-klik gedaan. Ja. Daar een sloot e-mailadres in gedumpt. En ik twee keer fanmail van de politie. En deze keer niet in een envelop met douchegeld. Zo'n paarse, ja. Ja, anders. Ja. Maar dit was, Ja. Jij ook? Met mijn gewone en mijn zakelijke zelfs, waar ik toch niet zo heel hard op doodgespamd word. Oh, ik heb mijn zakelijke nog niet geprobeerd. Dat moet ik ook nog even doen, ja. Ja, nee, de politie heeft een nieuwe dataset toegevoegd aan Check Your Hack. Check Your Hack. Check Your Hack, natuurlijk. Check Your Hack, ja. En dit is een dataset die ze hebben gevonden bij phishers en bankfraude mensjes. En die hebben ze toegevoegd en dat is heel handig. Het enige is, wat vonden jullie van het mailtje? Ja, ik vond het mailtje een beetje raar, een beetje visserig overkomen. De politie, die meldt wat. Ja, maar je hebt hem zelf aangevraagd, hè? Ja, en hij komt echt wel 3 nanoseconden nadat je op klikken hebt gedaan. Ja. Dus dat is wel netjes. Wat ik wel vond, is de actielijst die erbij stond. Een groot bericht vanuit de politie. Klek, ik zit live in mijn mail. Lees zeg maar. Die actielijst even voor. U hebt de website gecontroleerd, bla bla, reutel, reutel. Dit betekent bla bla bla. Doe de updates. Dat zo heet het kopje. Ja, je roept iets mee, hè? En het kopje is niet alleen doe de updates, hè? Maar het kopje heet doe de updates. Mee dan. Om te voorkomen dat u opgelicht wordt, is het belangrijk dat u extra alert bent. Dat lijkt me. Ja, prima. Dat is altijd een goed idee, toch? Prima. Ja. Log uit op alle openstaande accounts en sessies op internet. Ja. Huh? Nou, ik kan je vertellen hoe dit komt. Er zitten in Check Your Hack ook nog andere datasets. Ja. En één daarvan is inderdaad volgens mij zo'n sessiestealer. Ja. Ja. Nee, maar dat snap ik hem. Maar nu niet. Maar nee, ik zat ook zo te lezen. Ik denk, dat vind ik wel. Ze hebben toch alleen maar e-mailadres? Verwijder cookies en tijdelijke internetbestanden. Huh? Ja, dit was voor mij een reden om te twijfelen aan het hele mailtje. Ik dacht, kom op. Dat snap ik. Dus beste politiemensen, die zitten te. Voorzien uw computer altijd van de laatste systeemupdates. Nee, dat is, maar dat is algemeen gewoon. Dat is nuttig. Op het moment dat ik mijn e-mailadres met wachtwoorden naar de hele wereld geef, dan maken die updates geen kont meer uit, zeg maar. Nee, dat is het. En wees alert op nep-e-mails met linkjes die u ontvangt. Controleer de website met de linkjes op juistheid. Dat is het enige punt waar ik denk van, kijk, dat is nuttig. Ja. En een Cyrillische R is ook niet van de Rabobank. Maar het feit dat ze dit doen, die site hebben, dat hij niet DDoS was en dat hij het gewoon deed. En snel, en reed snel. En dus ik vind het een initiatief is goed. Het initiatief is echt supergoed. Maar schoonheidsfoutjes. Je kunt inderdaad. Ik vond het inderdaad de eerste paar puntjes erg verwarrend. Ja. Denk van, nou, maar volgens mij hebben ze alleen maar mijn e-mailadres. Waarom moet ik dit allemaal doen? Ja. Dat was voor mij weer een reden om te twijfelen aan het e-mailtje. Ik had er meerdere namelijk. Overheid die iets heeft dat snel werkt en goed. Nou, dat werkt. Dat was ook bedacht. Ja. Dat vond ik ook heel raar. Dus ik denk, nou ja. Zullen we beginnen? Want we hebben een gast vandaag. Een speciale gast. Hij heeft nog geen applaus gehad. Dus dat krijgt hij bij deze. Ja. Dit is Bram. En Bram, die heeft een boek geschreven. Hij wel. Ja, hallo, wie niet?
Nou ja, jij hebt een boek geschreven. Ik heb een boek geschreven. Jij hebt een boek geschreven. Ik droom nog van het schrijven van een boek, maar ik ga dan ook niet tegen iedereen zeggen dat het er is. Oh, kan ik nog wat bestellen? Ja, je kan het best bestellen. Oh, dat wel. Ja, wat ik mag geven. Of september, denk ik. Dat is een mooie datum. Ja, waarom niet? Was dat? Geen idee. Maar dan hebben we altijd de boekenbal. Dus dat is wel leuk. Nou, ja, dat moet ik een beetje opschrijven, een beetje doorschrijven. Misschien kan ik iets met AI doen of zo, dat gaat sneller. Komen we straks nog op. Maar Bram die heeft een boek geschreven. En laten we eerst beginnen bij het begin. Bram, wie ben jij en wat doe jij in IT? Ja, nee, mijn naam is Bram de Bruin en ik heb een marketingbureau gericht op security en IT. Nou, leuk dat je er was. Ja. Marketing. Ja, we doen al een beetje flauw over marketing, maar oké. Dat hadden twee weken geleden. Gecertificeerd marketingmiepjes gewoon in je midden. Dus, Twee weken geleden kwam je met het idee om eventueel in de toekomst gehuurde content in specials te doen. Dit is niet zo'n aflevering. Oh ja, hebben we daar eigenlijk nog wat op teruggekregen? Nee, dat is ook niet wat ik heb gezegd, hè? dat is niet wat ik heb gezegd. Oh, ik citeer mensen verkeerd, zat er niet, doe ik nooit. Je lijkt een mainstream media. Waar gaat dat over? We hebben inderdaad een keer een special gemaakt met Jeroen. Dat viel in goede aarde. Odoo was dat. En mensen vonden dat eigenlijk wel een heel goed idee. Die zeiden van, als daar niet te veel marketing in zit, het is gewoon een goed verhaal, ongeveer een uur over één onderwerp. En daarna ga je dan nog zeggen van, ja, ik heb ook een boek geschreven erover. Dat is hartstikke goed. Dus dat was niet zo'n punt, hè. Die dingen die kunnen we altijd maken. En dat vinden we ook zelfs hartstikke leuk. Nou was alleen de discussie, ja, er zijn natuurlijk ook wel mensen die zeggen, nou, ik heb ook wel een verhaal. En dat wil ik ook wel vertellen. En dat blijkt dan wc-eend te zijn. Met wij van wc-eend. En dat, hè, als je 55 minuten marketing doet en je hebt ook nog een product of zo, dat is verkeerd om. Dus toen hebben we gezegd, nou ja, misschien kunnen we dat wel doen, maar dan moeten ze dokken. En dan stoppen we ze in een playlist ergens waar niemand komt. Dat was eigenlijk het verhaal. Dus eigenlijk, als we het efficiënter willen doen, vraag gewoon de mensen, stuur eens geld en dan doen we niks voor je. Dat is wel handig eigenlijk. Nou ja, ik heb gehoord dat als dit dan naar de politie gaat, dat ze ook niks doen. Dus ik kan gewoon zeggen, ik heb iets hier, komt binnenkort uit en dan gebeurt niks. Ja, tot nu toe, hè. Dus, Hebben wij reacties op gekregen? Nee, eigenlijk niet. Want mensen willen niet een obscure playlist. Ja, dat snap ik. Verwachtingen zijn ik al. Dat was toch hartstikke goed dan. Nee, nou ja, weet je wat het is? Klaar om verlies te doen. Ja, precies. Dan hoeft het dus ook niet. Nee, wat het idee is, kijk, wat natuurlijk wel werkt, is dat we dit als dienst kunnen aanbieden soms aan mensen. We gaan zeggen van, nou, we hebben een studio, we hebben camera's, we hebben microfoons. Het doet het. En we hoeven je niet zozeer in de promotie te zetten, want we zijn geen reclamebureau. Maar we kunnen wel faciliteren in een video waarin jij vertelt wat je wil vertellen. Ja. En eigenlijk betaal je daar dan voor. Dus dat was de gedachte een beetje. Hmm. Ja. Okay. Maar goed. Dit is dus niet dit onderwerp. Dit is niet het onderwerp. Nee. We hebben gewoon een gast. Ja, zoals dan, we wel vaker gasten hebben. Bram heeft een marketingbureau. Ja. Yeah. Hoor ik net. Dat mag. Maar security innovation stories. We hebben 20 koplopers, dus ik zag kopjes waarvan ik verschillende bekenden vond. Ik zag Fleur erin staan. Mag ik nog even terug? Want je zit in de marketing. Maar zit je op marketing gespecialiseerd op cybersecurity? Nou, ik denk misschien is het ook wel leuk om een keer over marketing te hebben. Want volgens mij hebben jullie daar best wel een ander beeld bij dan wat normaal. Nee, want ik ben gecertificeerd marketing MIEP. Dus. De vorige keer was je nog gecertificeerd communicatie MIEP. Ja, ik heb communicatie en multimedia design gestudeerd. Marketing is daar een heel groot onderdeel van. Dat was dan niet zo best gecommuniceerd voor een communicatie. Wauw. Jij hebt ook een boek geschreven. Ja, zoiets, maar daar gaan we het niet over hebben. Oh, jammer. Maar marketing. Ik heb best wel een tijdje in de online marketing voornamelijk gezeten. Dus ja. Cool. Nee, ze hebben op zich wel. Soms hebben ze inderdaad dat het allemaal evil is. En dat is het ook wel een beetje. Maar... Nou, dat werkt niet meer, hè. Volgens mij moet je het gewoon hebben over de problemen van klanten in plaats van over je eigen oplossing. En daar geloof ik meer in. Even kijken wat er gebeurt op die Jitsi, want volgens mij verliest iemand zijn katheter of zo. Peter. Hallo. Hey, Peter. We hadden het net over jouw e-mailtje.
Oké, heb je een beetje backlight, of niet? Ja, veel backlight. Best veel backlight. Ja. Het is niet irritant of zo, maar het is wel best veel backlight. Als de webcam iets omlaag kan, dan... Oh, ja. Zo? Ja, perfect. Perfect. Ziet er helemaal goed uit. Ik wou zeggen, dat is je kruis, maar dat is gemakkelijk. Nee, dat is niet waar. Ik kan het niet zien, natuurlijk. Dus, het is bijna paas, hè? Het is een beetje gemakkelijk. Even aan onze gast misschien uitleggen. Peter is blind. Dus die moet soms eventjes cues geven. Ja. Maar niet voor mijn werk. Nee, precies. Je hebt het over oplossingen. Je wil het over oplossingen hebben en niet over problemen. De problemen. Ja, volgens mij gaat het erom dat je op het moment dat je communiceert over je bedrijf, over je oplossing, dat je het niet over de oplossing hebt, maar over de problemen die de klant heeft. Ja, oké. En dat je daar uiteindelijk het dialoog over aanhaalt van joh, hoe kunnen we jou helpen? Ja. En volgens mij gebeurt dat veel te weinig. Ga ik het gelijk even over één probleem hebben? Ik mag wel zeggen dat je daar redelijk uniek in bent. Wat gebeurt er hier? Ik hoor mezelf niet meer. Ik hoor mezelf niet meer. Nou, ik hoor jou wel. Okay. Ik ook. Ik heb iets heel raar in deze. Heel raar van praten. Je bent daar redelijk uniek in, want het gebeurt niet veel, hè? Ik maak dit van heel dichtbij mee en dan zie ik van die bedrijven binnenkomen, meestal zo'n zijde stropdas en zeggen, oh, we hebben de perfecte oplossing voor uw probleem. Wij kunnen dit. Wij kunnen het oplossen. En wat ik dan doe, dan geef ik zo'n whiteboard marker en zeg ik, nou, ik ben nieuw in dit dossier, maar zou je het voor mij even kunnen schetsen, dat probleem? En ik heb echt serieus ruzie gehad met mensen die zeiden, ja, maar dat ga ik niet doen, ik heb jouw oplossing. Ja. Wat je zegt, er wordt slecht geluisterd naar klanten. Hoe ga jij daarmee om? Heel veel luisteren. Ik denk volgens mij een goede commerciële aanpak of marketing aanpak begint met heel goed luisteren naar wat je klant echt wil. Wat het probleem is. Luisteren naar de mensen die er echt verstand van hebben. Daar begint het mee. En hoe vind je die? Want op LinkedIn heeft iedereen er verstand van, hè? Vind je? Nou ja, als ik het volgens zo lees. LinkedIn wel. Ja, volgens LinkedIn wel. En volgens de mensen die daar zitten allemaal wel. Ja, die hebben alle papieren, hebben ze wel. Het is een vreselijke andere discussie. Hoe realistisch iedereen zichzelf profileert op LinkedIn. Echt. Ja, is een goed punt. Ik heb wel. Oh nee, is niet waar. Nee. Ik zit schromelijk te liegen op LinkedIn. Dat is superhandig. Het is echt om te kotsen, maar goed, dat is iets anders. Daar hadden we het niet over. Wie niet? Nee. LinkedIn is toch gewoon Facebook met een stropdas? Of zit ik daarnaast? Exact, ja. Dat is dus het hele punt. Het begint wel om te vormen, hè? Als ik het echt vergelijk... Nog meer Facebook. Ja, gewoon tot 2020. Want het is voor mij zeg maar, een referentie voor dat ik geen foto's kan zien. Dus toen moet ik wel teksten gebruiken. En dan kijk ik wel heel erg naar de stijl van hou je het gewoon basic. Ik heb dit gedaan, ik heb dit. En kijk maar, dit zijn mijn referenties. En ja, dan hebben mensen geliked. Dan kun je het ook een beetje zien hoe waardevol het is. Maar je ziet nu ook, ik heb natuurlijk ook een beetje de blinde scene... in mijn netwerk zitten. En het is allemaal mijn geleidehond, ziek en wat ik het allemaal. Dat begint sinds coronatijd is het echt gekanteld. Ja. En na coronatijd heeft LinkedIn eigenlijk niet zoveel meer gedaan aan, laten we zeggen, cultuurhygiëne. En nu is het een beetje af van alles wat, zeg maar. Dus En ze doen heel veel rotzooi op de interface. Echt elke keer denken, nou, ik weet nou hoe het werkt. Het is nou redelijk toegankelijk. Dan maken ze weer een paar knoppen kapot. En dan krijg je in één keer weer allerlei nieuwe features waarvan zij zelf vinden dat je het leuk moet vinden. Ik kan nu ook een mededeling van iemand ranken, of het zinvol was of niet. Hoe dat logaritme werkt, weet ik niet. Maar goed, tot zover LinkedIn's rente dan. Maar laat ik ook even een duit in het zakje doen. Helemaal eens, hoor, Peter. Ja, nou, en door. Cyber. Okay, het is natuurlijk gewoon een social media platform met alle algoritmen van dien. Ja. Ja, maar het goed, schrijven zijn we nu, want we waren met marketing bezig. Ja. En LinkedIn is niet per se, zeg maar, alleen maar marketing. Nou, voor sommige mensen wel. Volgens mij heb jij daar heel hard gebruik van gemaakt. Ja, we hebben jouw boeken in ieder geval heel veel op LinkedIn gezien. Ja, mooi. Ja. Was dat de bedoeling? Heb je daar nou heel veel voor betaald? Of heb je dat gewoon heel slim aangepakt? Want hoe werkt zoiets? Veel views op LinkedIn, hoe doe je dat? Hoe je dat doet? Ja, ik denk vooral ook gewoon authentieke verhalen vertellen. En in mijn geval heb ik vooral 20 mensen geïnterviewd die er echt verstand van hebben. Ja. En die heb ik eigenlijk zichtbaar gemaakt, die verhalen. En dat is wel wat mensen willen lezen. Oké. Okay.
Want nou ja, dan zijn we nu wel aangekomen bij het boek, denk ik. Vertel eens, hoe heet het boek? Waar kunnen mensen het boek vinden? Ja, het boek heet Hier is die, dat is, dit is hem. Ik heb er ook een van jou meegenomen. Dankjewel. Security Innovation Stories. Je kan het bestellen gewoon via het gelijknamige platform. Maar goed. Ja, we hebben de link al in de chat gezet en die komt ook in de show notes te staan. Eventjes voor de mensen in beeld. En de reden dat ik hier eigenlijk mee ben begonnen is, dat had eigenlijk drie redenen. Eén is dat je zag dat heel veel oplossingen in de markt waren die niet aansloten bij de vraag van de klant. Dat vond ik vreemd. En twee, vond ik het ook heel vreemd dat er hele mooie mensen waren met mooie oplossingen, met mooie ideeën, die niet al te zichtbaar waren. En nou ja, die twee wilde ik eigenlijk combineren. En toen, dat is eigenlijk het boek geworden. Want het is ook echt wel innovatie in het cybersecurity domein. Ja, vaak is het zo dat als je naar het nieuws kijkt, dan gaat het vaak over incidenten, over dingen die niet goed gaan. En ik dacht, ja, weet je, dat verhaal hebben we nu wel gehoord. Ik loop al een tijdje mee en dat is eigenlijk elke keer waar de nieuws op drijft. Ik dacht, nou, laten we nou eens kijken hoe we de oplossing in kaart kunnen brengen. En de mensen vragen die de oplossing kunnen bieden, hoe ze dat het beste kunnen doen. Dus meer eigenlijk een positieve inslag meenemen. En dan kom je toch op innovatie, want daarmee ga je toch vernieuwing creëren. En dan ga je toch ervoor zorgen dat Nederland veiliger wordt. Ja. En je hebt volgens mij 20 mensen, als ik goed had gezien, geïnterviewd. Had je die al op een lijstje staan? Waren dat echt mensen waarvan jij dacht van ja, dat zijn echte mensen. Als ik een boek ga schrijven, dan wil ik die erin. Ja, of, sommige wel en sommige kwamen gaandeweg eigenlijk. Dat ze zeiden van joh, je moet eigenlijk hem eens even interviewen. En op het laatst kwamen er zoveel bij dat we zeiden we stoppen met 20. En de rest, die kunnen gewoon online. Er komt nog een deel 2. Gooien we dan gewoon allemaal op het platform. Die worden gewoon online neergezet. Maar wat ook heel grappig is, mensen die dan zeggen, ja, maar je bent mij vergeten. Ja, want zulke ego's hebben we wel natuurlijk. Dat is wel heel mooi. Ik werd ook niet gebeld, heel graag. Ja. Je bent mij ook vergeten. Ja, nee. Ja, dat ken ik. Maar ja. Hoe doe je die vetting dan, hè, van die mensen? Hoe bepaal je nou van, nou, dit is wel een persoon die ik erin zou willen hebben en dit is gewoon een ouwe hoer. Die ga ik niet interviewen. Daarom ben ik niet gebeld. Oké. Okay. Nou, dat lijkt me nogal een klus. Want ja, er zijn ook wel een aantal interviews die heb ik wel gedaan die niet in het boek terecht zijn gekomen. Dat je dan denkt, van ja, daar zit gewoon heel weinig in wat toevoegt. Geen namen te noemen. Nou, maar dat kan ook betekenen dat die persoon hele slimme dingen zegt, maar degene die je daarvoor interviewt met dezelfde dingen kwam, toch? Ja, dat kan ook, dat er te veel dubbeling in zit, dus dat merk je wel. Maar ik wilde eigenlijk een mix hebben van klanten, dus CISO's, leveranciers, overheid en wetenschap. Mm-hmm. En politiek. Dat is al gelukt volgens mij. Ja, dus die mix, dat je eigenlijk al die invalshoeken samen kan voegen, dan heb je ook gewoon een consistent verhaal. Ja, want wat kunnen de mensen hier nou uit leren uit dit boek? Ik denk vooral hoe je innovatie kan doen in het security domein. En eigenlijk ook wel de hordes die je moet overkomen in die zin. Hè. Dus wat je bijvoorbeeld merkt is dat security is nog heel erg een trust and confidence game. Oftewel, een CISO of iemand die verantwoordelijk is voor security kiest heel vaak voor de oplossing die kent. Mm-hmm. Of de bestaande oplossing. De mensen die kent. En dan kies je toch altijd niet voor de beste oplossing. Of de meest innovatieve oplossing. Terwijl dat je heel veel innovatieve oplossingen hebt die niemand kent. Waar niet voor wordt gekozen. Waardoor die vernieuwing eigenlijk achterblijft. En in het boek roep ik ook meer op, hè, van hoe zou je dat nou wel kunnen doen? Dus dat je het meer eigenlijk in een pilotfase giet. Hè, dus dat je ook wat minder bang bent om dingen anders te doen. Ja, want ik vind dit een interessant onderwerp. Want inderdaad, dat doen we veel. Maar heb je ook gekeken waarom we dat doen? Of gevraagd aan mensen, dat bedoel ik meer. Ja, ik denk wel dat iedereen eigenlijk wel zegt van security is best wel een conservatieve wereld. Ja. Dus dat we eigenlijk kiezen voor wat we al wel kennen. Mm-hmm. Weinig risico willen nemen. Maar misschien ook wel niet altijd even openstaan voor meningen van anderen. Of kwetsbaar durven te zijn dat we ook andere dingen kunnen doen. Ja, dat vind ik dan weer interessante dingen die je eruit hebt gehad. Ja. Ja. Nou, het is ook wel als je met consultants praat. Heb ik echt wel mensen die adviseren op basis van wat ze horen. Dat vatten ze samen en trekken daar een conclusie uit. En je hebt inhoudelijke consultants die gewoon vakbekwaam zijn. En ik heb ook wel een beetje bestudeerd waar er sprake is van ego en waar niet.
En met name de open source kant. Dus als mensen zich maar zich op meerdere platforms begeven en een open blik hebben, die hebben vaak minder last van ego. Dus die zullen ook niet zo hard op de borst kloppen. En ik vind het wel leuk dat dat in dat boek een beetje naar voren komt ook. Nou, Jeroen, die kun je in zak steken. Want? Ja, open source, je bent hartstikke bescheiden. Ja. 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 Nou ja, dat zei hij niet, maar dat is wel ongeveer. Nee, heel goed coach. Dat lees ik eruit, zeg maar. Ja hoor, holografisch programmeren, heel goed. Dat vind ik echt. Ik word dus niet afgeleid door flitsende pakken. We hebben de Capgemini's van deze wereld ordinaars rondlopen bij mijn werk. En recentelijk gehoord dat Atos wankelt. Nou, dat is wel een heel grote club bij ons. Nou ja, Centric heeft ook gewankeld. Ja, oké. Niet zoveel voor nodig, hoor. Nee. Ja, maar niet. Dus ik vind dat nou heel fijn dat hij dan, ja, dat je dat toch ook hier uithaalt. Dat ego niet helpt, zeg maar. Ik heb toch, als ik om me heen kijk, heb ik andere ervaringen. Degene die beweert van ik ben geweldig, die heeft meestal meer en makkelijker business dan degene die weet waar hij het over heeft. Ja, dat is de gunfactor. Dat zie ik ook. Dat klopt. Dan zeggen we toch altijd in het land der blinden is één oog koning. Dat is toch zo? Als zij denken dat jij de specialist bent omdat zij het niet weten, kan je toch alles wijsmaken? Ja, dat zie je in mijn vakgebied 100% hoor. Ik denk dat Peter het wint van één oog, hoor. Ik ga hem er niet uithalen. Okay. Ik heb nog niet bij Nieuwsuur gezeten. Rian wel. En connecties. Ja. Maar connecties, dat is ook lullig. Gewoon eigenwijs zijn. Het is ook gewoon heel hard roepen dat je geweldig bent. En daar ook dat gewoon met vertrouwen en confidence over En het juiste publiek dat schreeuwen. En zeg maar. Dus ook eigenlijk niet een geweten hebben wat dat betreft. Dat helpt ook. Ja. Precies. Ja. Maar denk je dat niet minder wordt? Dat mensen daar toch wel steeds meer doorheen prikken? Een beetje. Nou, niet iedereen. Er zijn best wel heel veel mensen daar blind voor, hoor. Ik ben bang van niet. Ja. Ik zie het nog steeds heel veel. Ja. Er is de beslisser en die laat zijn oren hangen naar wie hij het overtuigendst vindt. En dan heb je de techneut en die weet het geblaat op waarde te schatten. Maar die wordt niet gevraagd. Ja. Is dit een goede vent of vrouw? Ja, of het scenario wat voor jou het beste uitpakt natuurlijk. Als je juridisch gezien kijkt en ik leg uit dat iets niet kan of dat het anders zou moeten. Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets met minder data. Terwijl als een ander zou zeggen, dit voorbeeld past trouwens helemaal niet op het juridisch gebied, zeggen de meeste mensen trouwens nee. Maar als de ander dan zou zeggen, maar dit kan je wel met al die data doen. En dan eerst ja zeggen en uiteindelijk terugkrabbelen aan het eind. Dan is dat wel de partij die dan meer kans maakt. In plaats van realistisch zijn. Ja, eens. Dan heb ik een vraag. Hè, ik zit hier nu met de techneut aan tafel. Iemand zei net van de techneut die wordt nooit gevraagd. Ja. Hoe komt dat? Ja. Ik denk over het algemeen omdat een techneut anders denkt. Dus die zal eerder denken in problemen dan dat een management in kansen denkt, zeg maar. En ik denk dat daar voor de gemiddelde techneut dat die minder mondig is. Dus ik denk dat hij anders communiceert. Ja, ook dat. Maar ik denk dat wel een beetje. Dat is wat meer van vroeger. Ja, dat zijn er nog steeds heel veel, zeg maar. Ja, dat weten we inmiddels wel. De manager wil ook helemaal niet wachten op het hele verhaal van de techneut. Nee, die komt toch pas aan het eind? Die keuzes worden toch allemaal al lang gemaakt? Vaak wel, ja. Ja. Maar dat ligt ook aan de looks, hè? Want hoeveel moeite ik moet doen. Ik zit een beetje in een macho-wereld. Driehoekjes op benen. Omgekeerde driehoekjes op benen, hè? Omgekeerde driehoekjes, ja, sorry driehoekjes. Voor deze Ik ben een gewoon driehoekje op benen. Ja, heel goed. Maar dan merk je gewoon, als je er gewoon een beetje anders uitziet, anders kleedt, of je hebt een handicap, of weet ik van wat, dan sta je gelijk al 10-0 achter in de eerste 10 seconden. Want je voldoet niet aan het beeld wat die andere hoopt te ontvangen. Maar heb je niet het idee dat minder wordt? Want dat idee heb ik zelf namelijk wel. Ik had toevallig deze week ook een symposium waar ik was. Mm-hmm. En dan zit ik tussen 4 mannen in pak. Ja. Gewoon in mijn hackerhotel trui. En dat vinden mensen juist heel leuk. Want dan val je wel op natuurlijk. Dat verandert wel inderdaad. Dat verandert wel. Maar zoals er in onze chat ook wordt gezegd, de echte techneut geeft niet een gesjeesd marketingverhaal dat de C-level wil horen. Exact. Ja. Dat is het punt wat ik zei. Jij vertelt het realistisch. Het is feitelijk, realistisch. Ja. En het is niet verpakt in allerlei mooie dingetjes. En, Nou, we zijn het weer helemaal eens, jongens en meisjes.
Maar je wil dan uiteindelijk toch wel invloed als techneut. Want vervolgens zeker wordt dan een slechte oplossing gekozen. Maar hoe zou je daar dan mee om kunnen gaan? Want eigenlijk zeg je van, joh, misschien heb je dan een marketingverhaal nodig. Psychologische hulp hebben wij allemaal. Ja. Mandaat voor bindend advies. Ik denk dat dat een punt is van frustratie van een heleboel techneuten. Dat denk ik ook. Maar inderdaad, zoals Peter zegt, inderdaad, mandaat om daar over mee te beslissen helpt enorm. Toegaf is bijvoorbeeld niet echt leuk als het gaat om je positie als architect. Want er staat heel duidelijk, je bent adviserend, wat politiek ook wel zo is en beleidmatig. Want je kan niet de eindverantwoordelijkheid hebben als architect. Dat heb je in de bouw ook niet. Je moet wel een beetje een richting kunnen geven. Want als een management daarboven al een politiek besluit heeft genomen om een leverancier, zeg maar, met een gesloten aanbesteding te kiezen, ja, dan helpt het advies niet zo erg meer. En dan, nou, ik heb daar wel een war story over. Alleen je moet natuurlijk heel voorzichtig vertellen, want ik wil niemand outen, zeg maar, hiermee. Maar ik heb een keer meegemaakt met een soort wargame. Weet je, zo'n we gaan iets helemaal uitlopen, kijken of het allemaal werkt. En op een gegeven moment kom je dan bij een... dit is expres heel abstract, hoor. Ja, ja. Op een gegeven moment kom je dan bij een systeem dat moet iets detecteren, hè. En dan wordt die hacker van stal gehaald. En die hacker die zegt, systeem daar, doe jij dat even hacken? Dus die gozer die kijkt, zeg maar, weet je wat voor moeite dat is? Dan moet ik dus eerst gaan verdiepen. Wat is dat voor ding? Hoe zit dat in de war? Gaan we studeren? Dan moet ik iets maken waar dat ding kwetsbaar voor is. En dat moet dan ook nog eens een keer geïntroduceerd worden op dat systeem. Zo makkelijk gaat dat niet. En de leider van dat oefeningetje die zei gewoon, Oké, dan beschouwen we dat nu even als gehackt voor het scenario en dan gaan we gewoon door. Mm-hmm. Dit is wat gebeurt. Ja, ik vond dat echt schokkend. Ja. Dus, was de projectleider of niet? Nou, niet eens. Was gewoon degene die... dat was een van de... Nee, een van de belanghebbenden. Dus het werd zijn product. Mm-hmm. En die zei gewoon, we beschouwen dit nu even als gelukt en dan gaan we wel door. Ja, maar je slaat echt één cruciaal punt over. Dit kan niet zo. Nee. Dus, en dat zien we heel veel. Mm-hmm. Is het dan niet zo, hè? Want wat ik net ook hoorde is eigenlijk van, stel dat er een nieuw iets wordt aangeschaft en dan zeg je eigenlijk, de architect die wordt niet meegenomen, die mag wel adviseren. Is het dan niet zo dat er een beleid moet zijn dat als er iets nieuws komt, dat uiteindelijk zo'n architect ook gewoon een bindend advies mag geven? Dat dat is vastgelegd. En dat je daarmee ook je positie versterkt. Nou, bij een bindend advies werkt het dan meestal zo dat je van tevoren afspreekt dat het bindend advies is. En dan moet je het bindend advies zo opstellen dat het politiek gedragen kan worden. En daarna gaan ze naar de golfbaan en was het toch even niet bindend. Ja. Hoewel, zeg ik, persoonlijk heb ik hier geen last van. Maar dat is gewoon omdat ik directeur heb die dingen snappen. En dat, maar een paar van mijn directeuren die zijn ook gewoon uit de klei van het bedrijf gekomen, zeg maar. Dus dat zijn gewoon techneuten die de afgelopen 30 jaar toevallig een pak aan gehad hebben. En dat, maar die snappen de materie, zeg maar. Dus, en daar kun je dus ook redelijk nerds tegen lullen. En dat is wel handig. Dus, die vertaalslag is dan nog klaar. Dus dat is dan wel handig. Ja. Maar ik praat vrij veel met collega's. En er zijn er verschillende die inderdaad wel hier last van hebben. Ja. Het zal toch ook gewoon organisatie inderdaad sector afhankelijk zijn. Ja. Ik denk dat bij de overheid is die rolverdeling vaak heel anders. Dan heb je mensen, inderdaad projectmanagers, die de verantwoordelijkheid dragen en waar jij een poppetje bent en moet doen wat er gevraagd wordt. Ja. En die projectmanagers, ik denk niet dat je dat zo gaat. Die projectmanagers, dat zullen we daar maar niet over hebben. Nee, die zijn meestal niet de zakenkundigen. Die doen maar wat. Nee, die laten zich wel adviseren. Die zeggen ook van alles toe. Ja. En dus, de marketeer heeft gezegd dat het kan. Ja, dus, en regel het maar. En als je dan zegt, maar luister eens. Dit is een Fiat Panda, die kan helemaal niet vliegen. Ja, joh. Maar make it happen. Zorg je er maar voor. Ja, make it happen. Ja. Als projectmanager is dat ook je taak, toch? Een beetje allergisch voor. Nou, dat is je taak om het project te managen. Maar niet om dingen toe te gaan beloven die niet kunnen gebeuren. Want dat is ook hoe het gaat. Of dan is het van, jongens, we hebben haast. De salesmensen toch altijd? Nou, ook die projectmanagers. Oh, die salesmanagers ook. Het zijn er meerdere eigenlijk, hè? Ja. Als ik nou de politiek een tip zou moeten geven, hè? Want iemand heeft mij dat een keer, ik zit op mijn werk ook altijd te ranten en te zeiken en zo. Dat vind ik hartstikke leuk. Vinden mijn collega's niet. En dan heb je af en toe wel eens een beide hand die zegt, stel nou als jij bent de baas in Den Haag en jij gaat beleid maken. En dat gaat niet gestaft worden, dat gaat niet langs allerlei ambtenaren. Wat jij opschrijft, dat gaat gebeuren. Dat gaan we voortaan zo doen. Wat wordt dat? Daar heb ik toen eens over na gaan denken.
Dan dacht ik, als je, okay, het grootste probleem is, je hebt, nou, laten we Ordina even als voorbeeld noemen. Dat is gewoon, het is gewoon, ik noem even een naam. Sorry Ordina, ik noem even een naam. Stel je nou eens voor dat Ordina, die wordt betrokken bij dat project, maar die is adviseur. En die mag dan niet uitvoerend worden. Ja. Dan kunnen ze nooit hun eigen producten gaan verkopen. Ze kunnen alleen maar adviseren over de kwaliteit van de ander. Dat zullen ze dus ook nooit doen. Ja. En dat kun je andersom ook doen. Ja. Dus je kan, je doet niet één, maar je doet twee gunningen. Eén voor de realisatie van het project en eentje voor de adviesfase van het project. Een beetje bedrijf schrijft zich natuurlijk op allebei in. Nou, als jij gekozen wordt voor de adviesfase en niet voor de realisatiefase, dan heb je een keuze te maken, dat is prima. Maar ik denk dat wel een hoop gezeik gaat schelen. Maar dan kan je niet voor beide gekozen worden, toch? Nee, nee, absoluut niet. Nee, nee, dat is mutual exclusion. Maar denk je niet dat dat bij aanbestedingen, ik vind het wel heel lastig, hoor. Want dan moet je adviseren en dan zou diegene die moet realiseren, ja, die zegt weer, ja, maar dat is niet helemaal de manier hoe het kan. Of dat is niet echt het beste plan. Een beetje vergelijkbaar als je een POC doet met een leverancier, dat je hem niet daarna de gunning zomaar mag geven. Ja, ja. Nou, ik weet niet hoe dat juridisch in de war zit, maar volgens mij is dat al wel een deel van wij doen zaken met elkaar. Als je hem opdracht geeft om een POC te maken. Dat is moeilijk, hoor. Ja. Er zijn rechtszaken over gevoerd. Er is best wel veel jurisprudentie over gelezen. Ik heb er bijna van over zijn. Ja, ik word er ook misselijk van. Ja, ik vind het echt heel moeilijk, zeker als het gaat om overheidsdingen. Dat je aan de ene kant ben je dan heel strak erop als leverancier. Maar je vindt het wel leuk als, te krap bemeten blijft, je moet het bijbetalen. Of je laat het onder het mom van beheer doormodderen. Oh, Peter, vorige week hadden we hier een enorme rant over. Ja, dat weet ik. Aanbesteding, alles. Ja. Ik kan er nog steeds avonden mee vullen. Ja, ik ook. Gaan we niet doen. Nee. We gaan nog even het boek keuren, want moeten we even door met de pet. Chantal, hoe zit het met het aantal vrouwen in het boek? Is dat een beetje vertegenwoordigd? Nee, dat is wel een beetje vertegenwoordigd. Ja, het is een hele nette verdeling, zeker. Dus, okay. Heb je daar bewust je best op gedaan? Of ging dat gewoon je hebt gewoon experts gezocht. Nee, dat wil ik even horen dus, inderdaad. Nee, we hebben wel geprobeerd om daar een balans in te vinden. Heel goed, heel goed. Nou, dan doen er ook niet veel. Dus wat dat betreft hartstikke goed. Leuk, Queen staat er ook in, Fleur staat erin, ja. Ja. Oh, nou. Ja. Ik had Fleur vanmiddag nog een berichtje gestuurd van, hey, wil je ook mee praten, want je staat erin. Maar dat heeft ze nog niet gezien, denk ik. Wanneer is het uitgekomen? Recent. Februari. Oké. Okay. Ja. Maand oud, denk ik. Anderhalf. Ja. Okay. Nee, wacht. Ja. Ja? Okay. Als het een maand oud is, wat voor reacties heb je erop gehad? Ja, tot nu toe heel veel positieve reacties. Dus gewoon mensen die... Wat ik wel heel leuk vond, is uiteindelijk je schrijft een boek en dan denk je, je doet het vooral omdat je een boek wil schrijven. Je wil gezegd kunnen hebben, ik heb een boek geschreven. Ja, oké. Okay. Nee, dat is stap 1. En ik ben er eigenlijk vorig jaar maart mee begonnen, dus een jaar geleden. En toen die uiteindelijk uitkwam, dacht ik van, nou weet je, als ik er dan 100 verkoop, dat is heel mooi. Leuk, gaan we doen. En op een gegeven moment zie je dus wel van allerlei hoeken foto's voorbij komen van, nou, ik heb hem hoor, ik ga hem lezen. En die mensen heb ik dan gevraagd, wat vind je ervan? En heb je nog tips, heb je feedback? Nou ja, dan kan je een hele leuke dialoog opstarten met die mensen. En tot nu toe is het gewoon heel positief. Er zijn al wel wat recensies geweest van mediaplatformen die me hebben gelezen en zo. Dus leuk. Leuke reacties, tot nu toe. Maar je bent je eigen uitgever? Ja. Okay. Dus je hebt inzicht in getallen? Ja. Vertel, hoe ver zitten we boven die 100? Ja, we zitten wel... Nee, maar hoe ver zitten we boven die 100? Nou, ik weet niet precies, maar ik denk dat we richting de 400 gaan nu. Cool. Netjes. En dat was wel boven verwachting. Na vanavond meer. Ja. Ja? Ja. Nou ja. Of deze meetellen wel. Zeg. Voor de mensen die hem nog niet hebben. Want de meeste van onze luisteraars zitten in deze scene en zullen het boek waarschijnlijk al hebben. Zeker. Denk ik. Dat zou kunnen. Ja, dat zou kunnen. Ja. Dus ja. Je ziet wel, bijvoorbeeld nu wordt het veel voor congressen besteld. En ook in het onderwijs. Dus veel hogescholen hebben al wel interesse getoond om mee te nemen in het curriculum. Ja. Dat lijkt me nogal een compliment als we op school uit jouw boek gaan leren. Ja. En dat doet ook meteen leuk in de aantallen. Jazeker. Ja, we hebben daar wel contacten mee. Ik heb ook in het verleden ook wel heel veel trainingen gegeven. Dus toen hebben we ook gewoon gezegd van, joh, dit komt eraan. Ik vind het interessant. En ik denk wel, kijk, je kan een theorieboek lezen en dan kan je rijtjes leren. Dit zijn echte praktijkverhalen. Uh-huh. En je hoeft ze niet allemaal te lezen. Maar als je zegt van, joh, de vijf interessantste zijn deze. Beste student, lees die en lees gewoon eens hoe een CISO in de praktijk zijn dingen doet.
Ja, kan dat volgens mij best wel waardevol zijn. Dat is best inderdaad wel, ja. Dan doet Fleur natuurlijk ook de podcast CISO praten over. Hè? De CISO in de praktijk, nou, dat heeft best wel wat, wat volgers. Ja, als dat boek ook die kant op gaat, dan denk ik dat je best goed zit. Ja, let's hope. Maar goed, Fleur, die kan ik natuurlijk nooit... daar kan ik er nooit van winnen. Nou, jij hoeft het niet te winnen van Fleur, want je hebt 20 mensen die dat, met z'n 20 gaan proberen. Dus ja, misschien wel. Is het nou niet een beetje, het is heel kritisch misschien, maar is het niet een beetje andermans sferen ook? Dat is met interviews al gauw, toch? Ja, nee, maar dat bedoel ik. Een boek vol interviews. Of zit er nou ook echt een stuk inzicht van jezelf waarvan je zegt, nou oké, ik heb deze mensen allemaal gesproken. Mijn grootste inzicht is, want natuurlijk, ik zie inzichten hier staan, maar wat is de grootste les die je eruit haalt? Of jij hebt gehaald? Nou, ik denk vooral die trust and confidence game vond ik opmerkelijk. Ik denk ook, iedereen zegt van, ze luisteren niet. Hè, dus het gaat, ze luisteren niet naar me. Het gaat niet over het primaire proces. Het is echt product push. Ook wel over dat het vaak in complexe taal wordt gecommuniceerd. Is denk ik wel een belangrijke. Mm-hmm. Ik denk ook als het gaat over de rol van de overheid. Hè, die denkt van, nou, wij moeten echt wel een soort van operationele slagkracht hebben om hier veiligheid te creëren. Maar dat kunnen ze helemaal niet. Weet je, daar moet je ook gewoon eerlijk over zijn. Dat zeggen ze ook wel bijna iedereen, behalve de mensen die vanuit de overheid die operationele taak willen invullen. Dus ja, het zijn 20 inzichten. Hè. Dit zijn er gewoon een aantal waarvan ik denk, ja, die blijven wel hangen. Dat is wel mijn eigen inbreng. Ik heb dat uiteindelijk gewoon opgeschreven naar aanleiding van die interviews. Je kijkt ook hoe je eigen praktijk eruit ziet. En dan zijn dit wel de inzichten waar je wat aan hebt. Ja. En je moet gewoon ergens stoppen. Want uiteindelijk wordt het gewoon een boek gewoon te dik. Je kan handreikingen erin zetten en zo. En dat hebben we niet gedaan. Dus weet je wat, dat komt later wel. Misschien wel in de tweede versie. Nou ja, ik hoorde dat me al vallen. Komt er een vervolg? Misschien een goede vraag voor nu. Komt er een vervolg? Nee, ik denk niet dat er hier een vervolg op komt. Want ik vond echt ontzettend veel werk. Een boek schrijven, ja, best wel werk. Ja. Heel veel interviews en dan vervolgens is er weer één iemand... is er dan van baan veranderd, weet je wel. Dus dan is het niet meer actueel. En ik denk dat je gewoon dingen meer online moet plaatsen. Want we wisselen ook nog wel vaak van baan. Precies. Ja. Dus, dat is, het is echt ontzettend veel werk, een boek schrijven. Dat is... Ja, ik ben er bang voor. Dat is mijn droom ook nog steeds. Ik zou dat hartstikke leuk vinden, maar... Ja, maar als ik ook naar het lijstje kijk van mensen die erin zitten... en welke sector die zitten... want je begon met van, ja, security is... doe maar gewoon, dan doe je maar gek genoeg. Mm. Vooral geen nieuwe dingen. Ja. Niet hip en happening. Maar, we komen weer bij Fleur uit. Ik bedoel, die zit bij de kiesraad. Daar moet je niet te hard stunten. Want het moet wel goed gaan. Want op het moment dat daar de security... Je hebt een nieuwe cyber smart blockchain, zeg maar. En die ga je natuurlijk inzetten, want die is hartstikke hip. Die blijkt geen kut waar te zijn. En dan ligt je staatsgeheim op. Of je stemgeheim. Ik bedoel, het gaat wel over dingen. En daar zitten er verschillende bij. Die ik hoop, behoorlijk conservatief aan de innovatieve kant staan. Ja. Ik denk de kiesraad is denk ik precies een goed voorbeeld waarbij je wat voorzichtiger moet zijn. Hè? Ja. We hebben allemaal nog wel het avontuur van de stemcomputers in ons achterhoofd. Uh-huh. Dus ik denk dat dat juist een omgeving is waar je het niet moet doen. Maar je hebt misschien wel bij de overheid omgevingen waar je wel kan experimenteren met nieuwe oplossingen. Al is het maar in een vertrouwde innovatie omgeving. Hoeft niet per se in dit soort hele grote dingen te zitten. Het kan ook op andere vlakken, kan je ook nog steeds innoveren. Dan heet het hacking, hè? Oh, verrek, dit kan ook. Nou, dat bedoelde ik niet helemaal, maar je zou... Nee, ja, ik snap dat je zegt, het kan ook klein, ja. Nee, maar nee, ja, stemcomputers, nee, doe maar niet. Ja. Ze deden het perfect. Doom. Ja, als Doom. Nee, Doom niet, schaken wel. Schaken kwam erbij. Ik heb ongezien en nog iets, maar ik heb het niet meer. Dat was op een diebold, niet die Nederlandse ding. Die nedapjes, daar kon je mee schaken. Ik was laatst bij de kiesraad en toen werd ik door iemand meegesleept in een vergaderruimte waar mensen zaten te vergaderen. Ja, je moet eventjes de stemcomputer zien, want er zit schaak op. Fleur. Sorry, Fleur zat onder andere langs te vergaderen, inderdaad. Fleur nam neem niet mee, maar Fleur zat wel te vergaderen. En Fleur kan dit wel regelen. Ik weet wel dat die nedapjes waar je toen op kon stemmen en schaken... dat schaken was nog lastig, want ze hadden even de meest domme schaak...
programma's gevonden op het internet. Want dat hebben ze natuurlijk allemaal niet zelf geschreven. En daar hebben ze aardig wat modules uit moeten rossen, zodat dat überhaupt paste in die fucking stemcomputer. Ja, ja, maar dat was omdat de directeur van NEDAP zei van ja. Rob Gondegrijp zei van, joh, dit ding, dat kun je zo hacken, dat kun je zelfs wel als schaak op spelen. Nou, zei die man, daar geloof ik helemaal niks van, dat moet ik nog eens zien. Nou, ja, wat zij vonden, toen die dingen net uitkwamen, toen heette het stemcomputers, want dat vonden ze wel geil, want dat was hartstikke hip en nieuw en happening. Toen de hijsa begon, toen waren er bij stemmachines. En sinds het schaakdebakel waren het weer computers, zeg maar. De stemschaakcomputers, ja. En nu is het de potlood. Het is gewoon marketing, dit, hè? Ja. Van computer naar machine naar computer. Ja, maar toen kwamen ze erachter dat die fucking hackers dat ook konden. Dus dat is wel leuk. Ja, maar dat, heel vervelend. Bram, nog even iets afsluitends of zo. Want je krijgt natuurlijk wel het laatste woord in je eigen blokje. Maar we moeten wel een beetje naar een afronding. Want we zitten bijna 3 kwartier met je te kletsen over... Nee, dat is niet waar. Bij de eerste 10 minuten hebben we andere dingen zitten doen. Dus ja, dat we zeggen, we beginnen nu over een boek hebben. Nou, ik wilde een mooi bruggetje maken. Het duurt vet lang. Dat is goed. Oh, sorry. Ja. Duurt vet lang. Ja, het duurt vet lang. Ja. Dat is best een goed bruggetje. Dat is een heel goed bruggetje dit. Ja. Ja. Niemand weet waar het over gaat. Bram ook niet. Nee. Precies wat het maar, dat, maar dat horen jullie na de reclame. Ik ga niet bij mijn keyboard nou, sorry. Bram, nog even. Zijn er nog dingen waarvan je zegt, dit hebben jullie niet gevraagd, maar dat moet je echt even weten? Nou, ik denk dat jullie best wel goede dingen hebben gevraagd, hoor. Ik denk zelf dat ik zou zeggen, joh, lees het boek. Hè? En ik vond het ontzettend leuk om hier ook te zijn. Ik heb echt genoten van jullie aan deze tafel. Je mag nog blijven, hè? Je mag koffie pakken. Nee, dat ga ik ook zeker doen. Ik ga ook zeker meeluisteren. Dus ik denk ook wel dat het ook goed is dat degene die niet technisch van aard zijn, waaronder ik, ik heb zelf bedrijfskunde gestudeerd, maar wel ook die security kant ooit ingerold, dat het ook gewoon heel nuttig is om deze podcast te luisteren. Maar ik denk dat we er allemaal wel een stuk wijzer van worden. Nou, dat is hartstikke... Kijk, wij waren best positief over het boek, toch? Best. Ja. Vond ik wel eigenlijk. We hebben wel eens mensen afgefakkeld. Maar dit was echt... het verbaasde me, moet ik zeggen. Want ik ben een beetje... dit heeft een marketingman gedaan en zo. En dit viel me echt heel erg mee. Ik vind het zo eng. Ja, nou, ik ben een beetje bang voor marketeers. Ik een beetje eng. Ik mocht hier ook komen. Ja, jij mag hier ook komen. Maar wij weten dat jij normaal geen paarse broek aan hebt. Dus dan mag het. Oh, oké. Okay. Ja. Ja, en niet met whiteboardstift gegooid. Maar we hebben het leuk. En echt wel aanradertje, denk ik. Ja, ik heb het niet gelezen, maar ik heb het net gekregen. Maar als ik inderdaad kijk naar de koppertjes die je geïnterviewd hebt, ik ga je induiken. Ja, leuk. Ja, Marcel die zei wel tegen mij toen jullie er nog niet waren, van ja, ik heb iedereen eigenlijk het e-book al opgestuurd, dus iedereen heeft het gelezen. Daarom, ja, het e-book is niet iedereen heeft het helemaal gelezen, maar daarom had ik wel dingen voorbereid, ja. Maar het is wel rondgegaan, het e-book, toch? Ja, ja. Gewoon iedereen gestuurd, ja. Heb je dit gemist? Heb ik een e-book? Ja, je hebt een e-book. Ja. Ja. Nou, dat verhoogt meteen de kans op lezen enorm. We zitten ook met al deze chaoten in een Signal-groepje. En daar worden soms dingen in gedeeld en dat missen dan soms. Er worden heel veel dingen gedeeld. Ja. Maar daardoor mis je wat dingen. Ja. Ja, ik kan op media zoeken. Ik heb een keer een dagje niet meegekeken en toen stonden er 410 nieuwe berichten. Ja, zo hard kan het best wel. Naar het eind, huppakee. Nou, ik heb een keer een storing gehad op mijn telefoon, dus toen kon ik dit niet benaderen. En toen heb ik met hulp van de techneut die tegenover me heb ik dat ding weten open te slopen na, wat was dat, 2 weken? Ja, na 2 weken. Zoiets. Zo, ja. En toen was het opeens van, wat maakt die nou voor gek geluid? Dat ik naar nooit ga. Vast. Van alle berichtjes die binnenkwamen. Hij kreeg dus iets van 14k aan berichten. En k niet als grootheid, maar als aantal. Maar in 2 weken is dat niet een ongeveer. Nee, maar dat geeft hij dus een geluid. Dat heb je nog nooit gehoord. Dat was gewoon... Gewoon dit, zeg maar. En dat gaat door. We hebben er ook een filmpje van gemaakt, volgens mij. Hè? Ja, dat was echt heel eng. Okay. Ik dacht, wat hoor ik? Wat is dit? Maar toen wisten we wel meteen dat hij even online. Hij doet het. Je kan ze op dempen zetten, hoor. Maar, goed. Ja, nee, maar niet. Want hij was echt... Ja, dat was allemaal net... Nee, want het was nog... Het scherm was kapot. Ja. Ze konden daar niet bij. Hey. Ja. Nou ja, had even gebeld. Ja, dat is... Ja, ik kan zonder scherm. Ja, Peter kan ook wel zonder scherm. Dat is geen enkel probleem. Maar in het kort, er is een e-book. En dat schijn ik al te hebben. En dat moet dus even nog naar mijn Kobo. En dan dat verhoogt de kans op lezen enorm. Je moet gewoon even vet veel berichtjes terug. Oké. Okay. Ja. Het duurt vet lang. Ja, dat is en voor de audio's, als je hem een beetje netjes in iBooks instelt... of
boekenplank van Android is die redelijk speech-friendly. Oké. Okay. Oh, dat is heel tof, want dan kan ik hem in de auto lezen. Ja, dat gaat redelijk. Ja. Dus dan meteen voor je doorgetest. Ja, dank voor de tip. Ja. Doorgetest. Goed, duurt lang. Ik zag dat Maria Genova haar boeken tegenwoordig aan passend lezen aanbiedt. Dus als je mijn achterban wil bereiken, dan kun je even contact met me met dedicon.nl. En dan wordt het boek omgezet. En dan wordt het voor anders lezenden, niet per se Braille, gesproken woord. Is dat die route die die voor mij ook aan het doen is? Ja. Cool. Oké, voor de audioluisteraar. Dit is zo'n momentje. Dat het even rustig is in de studio. Helemaal goed. Dit duurt vet lang zo. We hebben al drie keer een bruggetje gemaakt. Ja, het bruggetje daalt niet in. Dat is omdat de mensen het niet weten. Nee. Vet lang. En ja, vet met een F, hè? Ja, ik moet zeggen, ik las dat ook. Ik denk... Ik zat al wat op het internet aan het rondscrollen en kwam weer gekke dingen tegen. Ja, dit hoort wel bij de gekke dingen, ja. Ja, toch? Vet lang. Met een F. En dat is een programming language. En reference implementation. Je kan het lezen. Ja. Je kan de code lezen, maar je leest dan wel een soort van hele slechte fetish erotica. Wat? Kan iemand een voorbeeld dan even... Ja, ik kan een voorbeeld kan ik oplezen. Nou, kom maar op. Maar ik moet wel zeggen, ik heb geen idee wat input-output of bedoeling van ding is. Ik ook niet. Maar een stuk code is make scene moan. Nee, Sean. Dat is zijn naam. Make Sean moan. Worship Carrie's feet. Bind Amy to St. Andrew's Cross. Make Amy hogtie. Sean. If Amy is Carrie's bitch. Make slave scream. Sans name. Make Sean moan. Volgens mij is het geen Hello World. Ik vraag me af wat dat ding doet inderdaad. Ja, en wat nou de variabele namen zijn. Want dit lijken me variabelen of zo met namen van mensen. Bind kan ik me voorstellen. Dat lijkt me ook iets uit een programmeertaal. Dus ja, zeker. Ja. We hebben dat ooit met Bash, hadden we touch boobs. En dan krijg je dus access denied, cannot touch boobs. En dan hadden we een hele discussie over dat de owner het wel mag, maar en de group ook en zo. Dat was met Mirjam, geloof ik. Ja, leuke discussie. Okay. Yeah. Maar goed, je hebt dus ook een lijstje met de fetishes die erin zitten. Je kan dingen toevoegen, volgens mij ook nog. Dus het is interessant als je het zo wil doen. Ik vond het gewoon grappig. En ik dacht, # andere podcast. Ja, best wel. Er zitten ook wel hele leuke functies in. Je kan bijvoorbeeld, een van de features is dat je access previous mentioned variables using pronouns. Dus eerst heb je Sean en daarna is het him. En dan, dat dezelfde is, zeg maar. Dat vind ik wel, dat vind ik grappig. Maar wat kun je hier nou mee? Kun je hier gewoon erotische boekjes mee schrijven? Of nee. Is het, doet nee, het ook het echt is een iets? Programming language, dus je kan ermee programmeren, ja. Nou, misschien als je het in een soort assembler kan, dan kun je zo'n real doll aansturen misschien. Real doll? Ja, precies. Ja. Nou. Ja. Of het is voor de Satisfyer die aan de aanbieding was vandaag. Ja, en die heeft waardoor een, Easy Toys down ging. Een firmware update. Wil je erover praten? Nou ja, ik heb er last van gehad vandaag. Echt. Was het caught in the act of niet? Ja. Nee, dat ding is super populair dus. Dat is een hele site down gaat. Nee, okay, ja, Easy Toys had een mailtje gestuurd. Nee, hij is niet super populair. Hmm. Hij was gewoon vet goedkoop. Oh, okay. Nou ja, dus maar super daar populair. Wel op dat moment populair, toch? Ja, dat en klopt. Satisfyer zijn ook heel populair en terecht. Maar ja, dus ik moest die ook... even bestellen, maar de site ging down. Oké, is wel gelukt uiteindelijk? Uiteindelijk wel. Oké, top. Ja, je vraagt je af wat je dan met die Golang of... Dat is inderdaad best goedkoop. Vet lang kan doen. Ik zit even op Easy Toys. We gaan hier even voor onze vrouwelijke luisteraars gewoon eventjes op door. Ja, dat is goed. Satisfyer, als je niet weet wat een Satisfyer is, dat is een luchtdrukvibrator. En dat is echt... ik vind het geweldig. Het is niet natuurlijk... Ja, ligt aan je eigen voorkeuren, maar ik vind het geweldig.
Wil je morgen terugkomen? Dat is ook, ook leuk. Ik kom nu, morgen een andere podcast. Nou, maar, ik heb het wel een keertje gehad. Ik heb heel veel speeltjes. Daar wil ik het best een keer over hebben. Dat vind ik prima. App Controlled? Wat is deze? Nou ja, dat is dus inderdaad. Je hebt meerdere generaties Satisfiers. Ze zijn ook allemaal net even iets anders. Ja, dat heb ik allemaal uitgeprobeerd. Want ik heb er best een aantal. En er is dus nu de nieuwste Satisfier. En dan App Controlled. En in het zwart. Ja, ja, de nieuwste control. Is in het zwart, ja. Dus, ja. Dat zou voor mij ook een selling point zijn, maar app control, of vind ik dat wel een beetje... Nou, dat is dus een beetje wat... het is een luchtdrukvibrator. Dat betekent dat het best wel redelijk... bij de meeste mensen moet je hem redelijk precies erop zetten. Dus daarom had ik zoiets van app control. Het is echt totale bullshit. En toen zag ik het mailtje dat je hem voor 10 euro kon bestellen. En toen dacht ik, ja, maar die bullshit betaal ik wel. Moet je wel voor 70 euro aan andere dingen bijbestellen? Ja, voor 80 euro aan andere dingen erbij. Hè? Nee, 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 70 euro, want het is het totaalbedrag. Dus die 9,99 die telt ook mee. Maar je had ook een groepsbestelling kunnen plaatsen. Ja, maar je mag vermoedelijk niet zeggen, doe me hier maar 8 van. Maar ik heb ook allemaal andere dingen. Ofwel, dat zou kunnen. Ja, nee. Er moet andere dingen. Ja. Dat stond er wel bij. Maar ik moest ook andere dingen bestellen, dus dat is helemaal prima. Je bedoelt in de relatie van relatiegeschenken, omdat het basis of zo... Ja, het was inderdaad de paasaanbieding. Dat klopt inderdaad. Ja, ja. Maar deze is app-controlled. En dat vind ik heel interessant. Want staat je partner dan naast terwijl jij dat ding... Want het is nogal moet een specifiek plekje zijn, zeg maar... die je partner meestal niet kan vinden. Nou, ik heb wel eens een spelletje gespeeld met een leuke dame. En die had zo'n ding. Ja. En toen kreeg ik inderdaad ineens complimenten van... Wow, je zit er precies goed. Ja, maar dat is echt heel moeilijk. Duh. Ik doe niks anders. Weet je. En zei, nee, dat is dus kei moeilijk. En ik dacht, oké, prima. De rest hoor je morgen. Maar... dat is echt zo. Dat is echt heel moeilijk. Dat is best lastig, ja. Ja. Want het is echt wel, het moet echt wel heel specifiek. En als hij niet goed zit, zit hij niet goed. Ja, het is een soort ezeltje prikje. Ja. En als hij dan wel goed zit, ja, dan zit hij goed. Ja. Daar heb ik een blijkbaar gevoel voor. Oké. Kijk, hashtag andere podcast hier. Ik zou gewoon mijn LinkedIn updaten. Ik geloof dat er trouwens mensen aan het klagen waren... dat we te veel op die andere podcast zaten te hinten. Maar dit is gewoon hartstikke actueel en terecht dat we daarop hinten natuurlijk. Dan ga ik hem ook nog even cyber maken. Oh, hartstikke goed. Want dat app control dat leek mij een beetje bullshit. Maar het betekent dat er Bluetooth in zit. Mm-hmm. Hallo Flipper, inderdaad. Dus, en ik heb nog steeds die app niet aan de praat... maar dat moet ik nou toch maar eens echt... want er is zo'n appje waarmee je schijnbaar... al die Bluetooth-controlled sextoys kan ik vind sturen. In de context vind ik Flipper gelijk een vies woord worden. Ik denk van die Flipper, toch? Zo vind je dat vies? Waarom? Nou, dat klinkt wel even zo van een Flipper. We shamen geen kink. Nee, dat doen we. Accept feed. Pas op. Ja. Ja, als lockpicker vind ik Flipper natuurlijk wel een vies woord. Maar dat is wat anders, zeg maar. Ja, dat is wat anders. Ja, dan mag hij vies. Ja. Nou, goed. Dus... Bram heeft iets waar de neuk ben ik. Wat de fuck is dit voor een podcast? Ik dacht dat het over tech ging. Nou ja, goed. Ik heb het een beetje cyber gemaakt door de Flipper. En de website was down, dus hartstikke cyber. Ja, en het zat niet, want het zat ook in onze chat gebeuren. Waarom staat dit niet in... Allestoringen.nl? Ja, wat is deze? Ja, want ik ben inderdaad op een gegeven moment naar Allestoringen.nl gegaan. Kijken of is er een storing? Maar ik kon het niet vinden. En uiteindelijk heb ik op de naam EasyToys zitten zoeken zelfs. Het bestaat niet. Wat is dit? Dit is toch gewoon infrastructuur die gewoon echt wel op Allestoringen moet staan? Ja, en dan denken sommige mensen, Allestoringen is voor de KPN en de Odildo en de Liander. En Odildo, daar heb je weer zoiets. Ja, maar dat is niet helemaal, want er staat ook... wat is het? Diablo, Apex Legends. Dat zijn spelletjes. Dus allerlei spelletjes. Ja. Videoland, Instagram. Nou, dan mag dat vinden sommige mensen wel. World of Tanks. Ja, hoe specifiek wil je het hebben? Ik bedoel, als dat mijn vitale info is, dan vind ik het bestellen van. Weet je, ding, van zo'n zuigding ook. Niet zuigding. Blaasding. Luchtdruk. Blaas. Nee, hij blaast ook niet. Nee. Ik neem ze wel een keer mee. Maar luchtdruk, dat is of zuigen of blazen. Anders heb je geen... Nee, hij doet de hele tijd in, uit. Het gaat heel snel. Het is een hyperventilatiestokje. Ja, daar komt het op neer. Eigenlijk wel, ja.
Het is, ik wil oppassen met mijn opmerkingen in deze show. Ik maak het grapje morgen wel. Bewaar die maar voor morgen. Maar goed, die site was plat. Ik probeer een bruggetje te maken, jongens. Iedereen ging dus naar die site toe, dus die werd gewoon gedost. Ik heb nog wel eentje over dildo. Past die? Of doen we eerst het bruggetje? Past die. Odildo. Zoals jullie weten, ik heb opgezegd bij Odildo, want het is een vreselijke provider. Er is kut mee te communiceren. Het werkt niet. Dus in meerdere opzichten kut mee te communiceren. Als je ze al bereikt, dan doet het netwerk het niet. Of je krijgt iemand aan de telefoon die het absoluut niet weet. Of niet wil weten. Of je helemaal verkeerd voorligt. Ja. Dus ik heb veel geklaagd. Iedere keer als ik in de buurt van Amsterdam of daar... Het waren ook specifieke plekken. En ik werk nogal veel in de buurt van de Belgische of Duitse grens. En daar gebeurt ook gekke dingen. Jongens, ik wil opzeggen, want het gaat niet goed. Ja, we gaan het probleem proberen op te lossen. Nou, doe maar niet, want dan zijn jullie al 2 maanden aan het doen. Gewoon wegwezen. Ja, maar dan moet u het contract afkopen. Nou, dat gaan we niet doen. Jawel, dat kost €150 en dan bent u van het contract af. Zeg maar, ik heb met jullie geen contract. Ik heb met T-Mobile een contract. En dat is prima dat jullie dan nu de nieuwe T-Mobile zijn... maar ga dan ook de nieuwe T-Mobile service leveren. Want dit is kut, hier heb ik niks aan. Nou, oké. Toen moesten ze nog iets testen. Toen waren ze er ook achter gekomen. Inderdaad, we kunnen dit niet oplossen. Hij doet het inderdaad niet. En we kunnen het ook niet fixen. Ja, dan hoeft u niet een contract af te kopen. Dat hoeft niet. Gisteravond kijk ik op mijn rekening. €150 weg. Wat? Nee, niet. Odildo. Dus Peter, kan ik hier... aangifte van toen of zo. Dat is gewoon jatten, toch? Zo stoneren. Ja, maar ik heb hem gestoneerd, uiteraard. Ik denk dat het wel civiel is, dit. Maar... ja, maar dit is toch kut? Je wilt toch met zo'n provider nooit zaken doen? Maar heb jij, naar aanleiding van dat gesprek wat jij destijds hebt gevoerd met ze, laten bevestigen dat jij niet hoeft af te kopen? Ja. Dan is er toch niks aan het handje? Nou, ja, nee, er is ook niks aan het handje. Dit ga ik op alle fronten winnen als ik hier een probleem van maak. En by the way, mijn bank zegt gewoon geld terug. Je moet er weer een probleem van maken. Dat is zo. Ja. Je moet hier wel weer tijd in steken. Ik heb geen provider om gezeik te hebben. En dat is met Odildo is het altijd gezeik. Maar hoe zit dit nou? Mag je gewoon zomaar, als jij zegt van... als je het belooft dat je het niet gaat doen, sowieso. Maar mag je nou zomaar tegen een afspraak in gewoon geld van iemands rekening halen? Ja, maar Marcel, weet je hoe dit gaat? De een aan de telefoon zegt, we gaan dat niet doen. En ondertussen wordt het in het systeem uitgezet en zien ze... maar jouw contract is nog niet afgelopen. Dan moeten we dat laatste gedeelte nog afkopen en afschrijven. Zo gaat het. Die processen die communiceren toch helemaal niet met elkaar intern waarschijnlijk. En ja, mag dat? Nou, je hebt afgesproken dat het niet moet gebeuren. Dus dat geld hoor je weer terug te krijgen. Ja, maar mondeling is lastig. Ja, maar hij zegt dat hij het wel heeft bevestigd. Ik heb dit gewoon in e-mail. Ja, dan moet je weer moeite doen. Ja. Ja, dus daar komt het op neer. Dus wees blij dat je straks weg bent, want het zijn allemaal motherfuckers. Daar komt het op neer. De moeite is niet zo heel erg groot in dit geval, want de bank... Nou, ik hoop voor jou dat je snel... En je drukt gewoon... Je gaat hem gewoon storneren. Ja, je drukt gewoon op het storneerknopje en vanmorgen stond het gewoon weer op mijn rekening. Dus die bank, 100%. Dat is, in de app of zo. Nee, gewoon in de appie zo, blop, teruggeven. En die bank zegt, oh, dat is onterecht. Nou, hier heeft u het terug. Oké. Dat is alleen maar overigens als ze het van jouw rekening schrijven. Ja. Als jij het stort... Ja, automatisch in kassa ook. Ja, dat is helemaal gestorneerd. Als jij het stort, heb je het gestort. Ja. Dus, maar dus je mag alleen als iemand ineens iets van je rekening haalt... Ja. En jij zegt, dat klopt niet, dan halen ze het gelijk af. Ja, behalve bij loterij, ja. Nou ja, dat weet ik dan niet. Maar die zijn uitgezonden van stornering, met reden natuurlijk. Dus het... Oh ja, niet gewonnen, geef terug. Het is natuurlijk niet. Maar dit is dus ook Odildo. Dus als je, let op, dat is eigenlijk de boodschap. Niet dat ik Odildo wil bashen. Jawel, wil ik wel. maar let op, als je van het contract af wil omdat het kut is... ze gaan dus dat geld van je rekening halen. Wees daar even heel alert op en storneer het onmiddellijk. En laat het bevestigen ook dat je niet hoeft af te kopen. Omdat je weggaat, omdat ze de dienst niet kunnen leveren. Dus dat is een beetje chap. Het is eigenlijk een kutnetwerk. Het werkt gewoon niet. Het lijkt wel gedost. Om het bruggetje maar weer even terug te zetten. Dus. Een nieuwe DOS-attack. Nou,
zo nieuw is die eigenlijk helemaal niet. Dit gaat over een denial of service. Waarbij je eigenlijk twee slachtoffers tegen elkaar opstookt. Daar komt het eigenlijk heel kort op neer. Ja, ze gaan reflective DOS attacks kennen we al. Ja. Waarbij je dus een klein berichtje stuurt in de hoop een veel grotere terug te krijgen. Die stuur je dan naar iemand anders toe. Ja. In dit geval laat je het pingpongen. Mm. Dus wat hier als voorbeeld gegeven wordt is, stel nou, je hebt twee machines en UDP wordt niet zo erg gekeken waar het berichtje vandaan kwam en gaat er gewoon een antwoord terug. Mm-hmm. Als je nou een berichtje stuurt waar je een foutmelding op terugkrijgt, die veroorzaakt dat er een foutmelding gestuurd wordt, die veroorzaakt dat er een foutmelding gestuurd wordt, die veroorzaakt dat er een foutmelding gestuurd wordt, dan zet je ze tegen elkaar op. Ja, maar dit is dan, al hartstikke oud, hè? Ik heb een auto-reply voor auto-replies. Dat is geweldig. Je lacht je helemaal kapot. Als ze dat niet goed inrichten. Want sommigen die zeggen gewoon na vier keer, zeggen ze, oh, dit is een loop, weg. Maar waarom is dit nieuws dan? Ja. Kennelijk is de manier zoals het nu hier is toegepast met UDP-berichtjes wel wat nieuwer. Oké. Okay. Dat iemand een slim idee had van, hey frek, ik kan het ook op deze manier misbruiken. Nou. Oké. Grappig. Het is wel een beetje als vroeger dat je naar het schoolplein ging en zei, weet je wat hij over jou heeft gezegd? Volgens mij zei hij iets naars over je moeder of zo. En dan gewoon gauw naar de andere kant lopen. Hey, weet je wat ik net hoor? Ja. Nou, dat was altijd wel entertaining. Ja. Niet dat ik daar ooit iets... Het schijnt te kunnen met stukjes DNS, met stukjes NTP, met stukjes TFTP... echo dingen, tijdservers. Vet. Nogal wat plekken. Vet. Dat is wel veel, ja. Nou, jij zegt UDP. Loopt video dan ook gevaar? Nou ja, goed. Kijk, UDP zelf heeft gewoon een manier hoe het werkt. Namelijk stateless. Connectionless. Videoservers die UDP-pakketjes kunnen ontvangen en versturen, die zouden wellicht hier gevoelig voor kunnen zijn. Hm. Als ik er dus twee tegen elkaar op kan zetten, dan wel. Cool. Als die gewoon zegt van, nou ja, als je mij onzin stuurt, dan drop ik het. Ja, dan is er weinig aan de hand. Als je er onzin heen stuurt en hij zegt, met deze onzin kan ik niks. En dat wordt door de andere kant ontvangen als, ja, met deze onzin kan ik niks, dus ik stuur een berichtje terug, met deze onzin kan ik niks. Dan blijft het door pingpong. Oké. Okay. Maar anders niet. Anders dan valt het gewoon stil. Mijn out-of-office reply van Microsoft Outlook. Want ja, ik zit in een werkomgeving waar we aan Microsoft producten vastzitten. Gecondoleerd. Ja, helaas. Mijn out-of-office reply, die krijg jij één keer. Ja, dat kun je in. Dat kun je gewoon zo van sturen maximaal één keer naar elke recipient, zeg maar. Ja. Oh. En dan stuurt jouw autoresponder misschien op mijn autoresponder terug. Ja, nee, ik ben er ook niet. Nou, en dat is dan ook één keer en dat is goed en is het klaar. Hm. Nou, als iedereen dus altijd dat vinkje uit zou zetten, ja, dan krijg je dit soort onzin. Top. Nou, het gebeurt ook wel eens met mensen gewoon. Die dan, hebben wel eens verteld, geloof ik, dit verhaal. Dat er ging een mail rond bij ons en er was iemand die was aan het klagen over waar die zijn fiets niet buiten de, of hij mocht niet bij de fietsenstalling, want hij had een dure fiets en ik moet binnen en ik moet dit en ik moet dat. En ik moet ook laden met die fiets en dat moest maar geregeld. En was hij over aan het klagen en dat had hij echt naar iedereen gestuurd van de hele organisatie. Vervolgens gaat iedereen reply to all doen. En dat zijn om te zeggen dat dat niet moet. Ja. Heel snel, heel veel mailtjes. Dus daar hebben we toen ook op moeten ingrijpen, inderdaad. Dus ja, het gebeurt. Hebben ze toen kunnen handhaven? Of, Nou, op een gegeven moment hebben ze, geloof ik, een filter op dat bericht gezet of zo. Dus ze hebben wel iets technisch moeten doen, omdat. Als jullie mij af en toe trouwens een beetje raar horen. Ik heb van de week weer zo'n griepje gehad. En dat is helemaal over. Dat is allemaal prima. Tuurlijk. Maar ik heb nog wel af en toe een beetje luchttekort. Dus dat merk je. En Marjolein die is al, ik geloof,
3 weken bezig met af en toe. Oké. Okay. Ik ken dat. De horrorgriep. Horrorgriep. Ja. Right. Zullen we verder? Want we zijn al over de helft. Kan iemand time managen? Want, ja, dat was ik aan het doen. Hartstikke goed. Ik weet niet wie dit erop heeft gezet. Wie heeft deze erop gezet? Oké. Okay. Het gaat over ID's met vingerafdruk en dat mag niet. Iets met wet. Hallo. Nee, het mag wel. Wel? Ja, het mag wel. Er was een wet voor het afstaan van die vingerafdrukken. Voor je ID-bewijs. En het lijkt een beetje verwarrend. Want er wordt gezegd dat hij ongeldig is verklaard. Maar dat is niet omdat het afnemen van die vingerafdrukken niet mag. Maar omdat de wetgevingsprocedure die ze zijn gestart niet past, niet geldig is. Want ze hebben het op een gewone wetgevingsprocedure gedaan. Het moet een bijzondere wetgevingsprocedure zijn. Ik vraag me daar de details niet van. Maar het is dus niet zo dat hetgeen wat ze willen doen niet mag. Maar dat de procedure om het een wet te maken, dat niet geldig was. Maar het leest een beetje. Het is een beetje een soort clickbait. Want als je natuurlijk leest van wordt ongeldig verklaard, dan denk je, oh, je mag dus geen vingerafdrukken afnemen, maar dat mag wel. Maar ze moeten een andere procedure daarvoor starten. Dus het wordt gewoon hetzelfde, maar gewoon de procedure, gewoon verkeerde weg. De rechtsgrondslag is anders. Ja. Die rechtsgrondslag, die is juist goed. Oh. Alleen de procedure om de wet te maken, die is fout. Ja. Ja. Boring. Next. Ja, en dan zorg je altijd naar hebben een kut weekend en moeten vermoedelijk doorwerken. En dat was het. Toch? Ja. Yes. Ja, oké. Okay. Ja. Volgende onderwerp. Jos zou zeggen, het is stuk. Stuk. Maar niet dus, hoor ik net. Nog meer stuk. Nog meer stuk. Het was een drukte van belang bij Pwn to Own. Schijnbaar. Oh ja. Ik heb dit niet gelezen, dus. Pwn to Own? Ja. Ik ging daar enorm vanuit dat het jouw onderwerp was. Ja, klopt. Ik heb deze niet gevolgd. Schijnbaar was bij de Pwn to Own deze keer Windows 11, Tesla en Linux. En Ubuntu, ja. Ja. Voor desktop. Windows, Tesla, Ubuntu, ja, dat. Ja. Als je daar een exploit voor kon maken. Nou, ik lees hier de uitslagen. Die zijn best tof. 30.000 verdiend door het DevCore Research Team. Ja, maar dat is een van de lage prijzen. Ja, ja. Synactive, want, die hebben een laag, maar 200.000 gekregen. Ja. En daar moet ook een verpakking omheen. Dus dat, die kregen ook een Tesla Model 3 mee. Ja. En dat was wel grappig, want ze hebben een dergelijke Tesla lopen hacken. En daar hadden ze wel nog geen 30 seconden van nodig. Zo. Ja. Precies. Ja. En dit zijn zero-day vulnerabilities. Hè? Dus daar zijn mensen echt vet lang mee bezig om dit te maken. Maar dan vind ik 200.000. Ik bedoel, het is serieus geld. Het is serieus geld. Maar en ook de Tesla niet de wereld, zeg maar. Is ook 200.000. Dus, ja, dat vind ik dan wel weer kut, zeg maar. Dan krijg je 200.000 en je wordt gestraft. Nou, ik ken dus iemand die meerdere van die Tesla's heeft gewonnen. En ja, die laten ze dus dan ook maar gewoon daar staan. Want ja, wat moeten we nou elke keer die Tesla meenemen? Dat is echt heel erg. Je kan normaal toch ook zeggen, wat doen we met geldprijs? Neem ik aan. Nee, maar dat is toch gewoon, nee, die Tesla krijg je gewoon. Dat is echt. Hier, neem mee. Neem maar mee. Ja. Dat snap ik ook wel als je hem net helemaal kapot krijgt. Ook al dus vanaf, moet hij vanaf je US naar België of naar Duitsland mee. Dan ga je naar het eerste beste verhuurbedrijf van hoi. Ik wil deze, maar daar. Goed. Okay, maar het is gedoe. En dan heb je 4 Tesla's staan, is ook zoiets. Maar laat maar staan, de tandjes echt niet. Nee, ze doen er vast wel mee. Ja. Maar die kunnen het ook zelf rijden. Je flikkert gewoon een zak aardappelen voorin dat hij denkt dat er iemand in zit. Er zit allemaal, je moet aan het stuur vasthouden. Nee, hoeft helemaal niet. Je kan gewoon een stuk fruit tussen dat stuur verrotten. Nee, die werkt niet meer. Die werkt niet meer. Flesje aan het touwtje. Oh, flesje aan het touwtje. Ik hoor net dat de oplossing is. Ja. En dan zeg je gewoon, hallo Ilse, of heet Kreng. Ga je naar huis? En dan vraagt hij, waar woont je huis? En dan daar gaan. Elon. Elon. Oh, ja, maar ik bedoel, die gaan we dead nemen. Het is gewoon Ilse. En dat, komt helemaal goed. Moet je toch voorstellen, dit is zo'n ding helemaal de moeder gehackt wordt daar. En dat ze dan zeggen van, hier, neem maar mee. Ja, maar dingen stuk, die wil maar ik niet. Maar krijgen de mensen die Windows 11 dan? Krijgen die een Windows 11 bak mee? Dat ja, is wel, vast wel. Oh. Die krijgen een licentie, dat kost hetzelfde. Een thuislicentie, ja. Ongeveer. Joepie. Ja. Ja, oh. Nou. Maar goed, het was inderdaad ook best een hoop teams die meededen. Het was weer een volle agenda. En een aantal mensen die echt weer iets flink gepoond hebben. Dus hartstikke leuk. Ja, de top 3 voor de mensen die het willen weten. Team Theory, 130.000. De Manfred Paul,
102.5 k. Ja. En Synactive 200 k. Ja. Dus En we moeten dan altijd even wachten, want we mogen nu nog niks over de kwetsbaarheden weten natuurlijk. Dat moet eerst opgelost worden, maar dan komen er op een gegeven moment ook de write-ups over de kwetsbaarheden. En die vind ik eigenlijk altijd het leukst. Tuurlijk, jij wil exact weten hoe dat nou gebeurd is. Dus die snap ik helemaal. Ik zit even door het programma heen te kijken en wat ik over Windows zie staan, is die het allemaal... Wauw, die typen zo hard. Wie is een type? Ik was het niet deze keer. Iemand typt met zijn voeten. Mute-knop. Iets in een andere tijdzone. Kijk, iets vergeten. Nee, Windows 11 is zo te zien allemaal local privilege escalation. Oké. Dus dat is nog tot daaraan toe. Ja, maar het is gewoon heel spannend als die calculator dan popt. Dat is gewoon leuk. Ubuntu gaat ook over local privilege escalation. Chrome is wat vervelender. Ja, die zag ik inderdaad ook. Dat lijkt iets te zijn met... één keer dubbelklikken en dan ben je de lul. Oh, ja. Oké. Vet. Ja, dus die zijn dat waarschijnlijk heel hard aan het oplossen. Hebben we al een update gehad eigenlijk? Weet ik niet. Ik denk dat de volgende Patch Tuesday een hele grote wordt. Dat zou wel eens kunnen, ja. We zullen het moeten afwachten. Ja. Hey, waar ook een privilege escalation heeft plaatsgevonden, tenminste dat denk ik, is met dat proces van Assange. Want eerst was het van, ja, we gaan hem helemaal niet uitleveren en we hebben nu uitspraak gedaan, het gaat niet gebeuren. Nou, het is allemaal ingewikkeld. Een beetje raar aan het worden, hè? Ja, maar er zijn eigenlijk twee verhalen. Eigenlijk 3 of 8 of 12, net hoe je telt. Maar Julian Assange, ik neem aan dat die term niet heel veel uitleg meer nodig heeft. Maar die zit in elk geval in de gevangenis. Op de schopstoel om uitgeleverd te worden richting de You State at Nights. Omdat hij 14 jaar geleden iets journalistieks gedaan heeft. En dat kan natuurlijk zomaar niet. Dat zijn 18 verschillende charges under the Espionage Act. En ja, allemaal ingewikkeld en moeilijk. En het nieuws is nu dat de Wall Street Journal kwam met het verhaal dat de US Justice Department het kijken is om dat allemaal een beetje te versnellen. En dat wouden ze dus doen door een plea deal. Dat betekent dat Assange zegt, ik ben inderdaad schuldig op iets. En er wordt nou gekeken naar, kan dat zijn mishandeling of classified documents? Dat is een beetje wat die Oranje Aap ook steeds doet daar. En dat is een misdemeanor offense. En dan kun je gewoon met een tijdje tik op je vingers. En dan is meestal van, nou, dat moet je 5 jaar voor zitten. Oh, zo lang heb je al een voorarrest gezeten. Time kan lopen. Ja. Dat is het idee, want we zijn al een tijdje bezig, zeg maar. Nou, dat is het verhaal 1. En dan denk je iets van, wat raar, want dat klinkt heel toegefelijk van de You State Nights of Stupid. En dat ben ik niet gewend van ze. En dat vindt de advocaten van Julian ook. Want de Wall Street Journal komt met dat verhaal. Maar de advocaten hebben zoiets toch totaal niet begrepen. Dus ik weet niet hoe, wat, waar. Maar we gaan een spannende tijd in. Oké. Ja, ik moet zeggen, ik heb het een tijd niet gevolgd, het hele Assange-verhaal. Omdat het was een beetje going around in circles. Ja, dat snap ik. Maar nu zijn er toch wel echt ontwikkelingen, lijkt. Ja, want eerst was het wel niet en wel niet extradite. En dan laatste strohalm, die is geweest, die is verneukt. En nu vinden ze opeens dat het wel lang duurt. Volgens mij had je dat 14 jaar geleden ook kunnen bedenken. Maar Dus ja, volgens de Wall Street Journal, die normaal toch ook niet zomaar poep praten zonder dat uit die goede bronnen te krijgen, die zeggen, men stuurt aan een plea deal. Dat de advocaten dan daar niks van weten. Hoe zit je dan aan te sturen op? Geen idee. Ik ben wel uitgekomen op de titel van deze show, want ook dat hele gedoe met Assange duurt vet lang. Dus ik denk dat hem wel wordt, ja. Ik zie de nieuwe Chrome al voorbij komen. Is dat Ad? Ja. Ik heb even gauw gekeken. De nieuwe Chrome is al uit. Al 2 dagen. Okay. En daar staat gewoon in de show notes keurig in dat twee verschillende CVE's die via Pwn2Own binnen zijn gekomen al gefixt zijn.
En ja, dat is, het was een type confusion in WebAssembly. En netjes. Use after free in web codecs. Oh. Ja. Use after free, dus als het eigenlijk al opgeruimd had moeten zijn, is het ook niet. Dan lijkt er nog iets achter te blijven waar je dan weer bij zou kunnen op de een of andere manier. Ja. Nou, dat is dus wel mooi snel. En ja, fijn dat ze nu gratis Chrome mee naar huis mogen nemen. Ja. Dat is toch wel een beloning, hoor. Ja, hartstikke goed. Die kreeg even gratis Chrome mee. Ja. Nou, top. Ben je blij mee? Dus check even dat je, als je Chrome gebruikt, dat je wel de nieuwste 123.0.6312.6. Ja, die echt. Ja, kijken, die nummertjes worden echt belachelijk. Komt dit in de show notes? Want dan kan ik even kijken. Nee, of, ja. Gewoon updaten. Klaar. Gewoon updaten. Update, ja. Precies. Okay. Ja. Dat komt goed. Gelukkig zijn er ook partijen die hun shit wel updaten. Bijvoorbeeld de provincie. En die moeten natuurlijk wel zorgen dat de boel in orde is. Nou, daar hebben we een faalkaart voor. Dus dan kunnen we precies zien hoe kut het is. Nou, trouwens, we deden het best redelijk, geloof ik. Maar dit heeft weinig met updates te maken. Want ze zijn vermoedelijk getroffen door een cyberaanval. Een cyberaanval. Vermoedelijk. En daarmee nog meer vermoedelijk een DDoS. Want vermoedelijk. Ja, nu.nl heeft niet de beste tech. DDoS is ook cyber, toch? Ja, dat is cyber. Ja, ik vind het wel cyber. Nee, daar hadden we het vorige week ook al over, hè? Want ook de bank, Nederlandse gemeente, OVNL, Maastricht Agen Airport. Je weet wel, die airport die zowel niet in Maastricht als niet in Agen ligt. En, dat, en meerdere havens zijn afgelopen maanden met DDoS-aanvallen bestookt. Dus... Dus. Dit is wel grappig, want ergens bovenin... Oh ja, dat is ook. Oké, okay, maar dat zijn andere. Provincies die zijn afgelopen maandag onbereikbaar geweest. En die, ja, geen idee wie dat was. Maar die anderen, dat waren allemaal Russen. Dus. Oh, die hebben hem gedaan. Oh, dat weten we wel. Dat waren allemaal Russen. Ja. Ja. Want er zat Russische code. Ja, Russische code. Ja. Ja. Geld spugen in automaten en precies, zo. Precies, Russische code. De Russen zouden zelfs gezegd hebben dat zij het waren. Ja, oké. Okay. Maar dat doen anderen ook wel. Nee, oké. Okay. In dit geval geloof ik daar wel enigszins in. Niet dat ik standaard Russen geloof of zo. Nee. Niet. Nou, het is wel zo dat er vanuit Rusland nogal wordt opgeroepen om Nederlandse dingen te... I know. Ja. En er zijn genoeg scriptkiddies die dat dan wel geloven. Precies, en ja, dat dan een havenstuk gaat, ja, dat kan. Ja. Wat vinden die Russen toch tegen andere landen? Zeg maar. Nou, ze vinden van sommige landen dat het hun land is. En daar vinden andere landen weer wat van. En dat zijn dan weer andere landen. En dan vinden ze die landen weer kut. Ja. Ja. Dat is wel verschrikkelijk, toch? Ja. Goed. Ja. Ik zit even te kijken, want ik zie het volgende dingetje staan. Jeroen heeft hem ingedragen vanaf aanstaande maandag. Blokkeert Freedom alles van Meta. Ik zeg, goed bezig. Ja, alleen, die hebben een... uitgegeven dat ze zijn het zo beu, de dataverzameling en verkoop door alles onder Meta. Hè, dus Facebook, Instagram en WhatsApp. Dus die hebben nou een update klaarstaan voor al hun firewalls bij klanten. Ja. En die wordt dus aanstaande maandag uitgerold. Ik zet hem even in de agenda, want dat vind ik tof. Maandag 1 april. Even ik vind het wel raar dat ze dat niet in het weekend doen. Dat vind ik heel raar. Heel raar. Waarom blijf je niet gewoon in het weekend, joh? Hoe laat gaan ze dat doen? Staat er erbij? Ik verwacht ergens in de nacht... Okay. Dus meestal is het wel het weekend. Ja, okay. Dus heb je Freedom en haat je Meta. Helemaal lekker. Dat is goed. Zit je wel graag op de Meta's, dan moet je misschien even praten met ze. De link naar het artikel zetten we natuurlijk gewoon in de show notes. Dan kunnen mensen het nog een keer lezen. Ja. Je kan de helpdesk bellen, toch? Als je dit niet goed vindt of niet wil. Ja, ja. Wou dat zeggen, heb je hier een keuze in? Want ik kan me best voorstellen dat voor heel veel bedrijven dit essentieel is voor advertentiedoeleinden of dat soort zaken. Nee, de enige keuze die je hebt is niet bij Freedom gaan zitten. Ja. Of een andere datum uitkiezen, dat kan ook. Mm. Bijzonder. Het is gewoon een hele andere tijdzone gezet, heb je nergens last van. Of een proxy'tje of zo. Of een VPN. Nee, maar wat vinden jullie hiervan? Wat vinden jullie hiervan? Ik vind het geweldig. Ik vind het supergoed nieuws. Hoe eerder, hoe beter. Hij staat in mijn agenda. Dus ja, helemaal goed. Liever op zondag, maar goed. Dat mag niet. Gewoon van de overgang van de 31ste naar de 1ste gewoon meteen raken. Ja, direct. Ja, gewoon begin van de maand. Ja, prima moment. Ja. Dus. Ja, ik vind het bijzonder. Hartstikke goed. Dus goed, alright. Even kijken of de link er nog iets over zegt. Even lezen dit hele verhaal.
Het is een nieuw verjaardagscadeautje van Mark Zuckerberg. En Freedom gunt ze dat niet. Nou, dat vind ik een hartstikke passie. Wacht, er staat ook nog. Er staat... Naast de blokkade krijgen de modus van Freedom Internet een update... waardoor apparaten in een straal van 50 meter, ook van niet-Freedom klanten... geen gebruik meer kunnen maken van de diensten van Meta. Ik vind dat... Ben ik de enige die het raar vindt? Nee, gewoon, je blokkeert gewoon ook het routeren van de dingen die over wifi binnenkomen naar Meta. Ja. Ja, maar ben ik de enige die het raar vindt dat je provider bepaalt welke diensten jij kan gebruiken? Vind ik het is gewoon meerdere eer en glorie. Dus dat is gewoon freedom. En daardoor krijg je meer vrijheid om andere dingen te doen. Snap het wel? Nee, je krijgt geen vrijheid, want zij bepalen voor jou. Ja, maar ze bepalen dat jij meer vrijheid hebt. Dat is gewoon zo werkt democratie. Dat blijkt niet in mijn hoofd, maar schijnbaar hier wel. Ja. Nou, zet hem gewoon in je agenda, dan kun je het een beetje volgen. Hartstikke goed. Zet je nou niks in mijn agenda? Ja, hoppakee. Right, even zien. Oh, ik moet eigenlijk zo'n spionagemuziekje hebben. Want er zijn gevoelige Europol-documenten teruggevonden. Ja, teruggevonden. Maar ze waren eerst weg dus, toch? Of zo? Ja, niet zomaar weg. Ze kwamen echt, ze waren verdwenen. Dan denk je van, nou, heeft iemand gewoon stom zijn tas laten staan. Dat hoor je wel vaker, USB-sticks. Maar dit waren gewoon dingen die op een hele vervelende plek lagen. Want ze lagen echt in een secure storage. Deep inside Europol's headquarters in The Hague. In een kluis waar maar een heel klein aantal mensen toegang tot hebben. Oh ja. Dus we wisten niet eens dat die data weg was. Want dat had dan niemand gezien. En die zaten dan in, nu gok ik even, maar ergens in een tas. En die was laten liggen volgens mij in het openbaar vervoer in Den Haag. Oh, fuck. Die is gevonden door een burger, heet dat dan. Mm. En die is naar de politie gegaan, want nu heb ik wat gevonden. Die zitten er in de neuzen, die denken van dit is van Interpol. En Interpol zegt van nou, dat kan niet, want dan zijn we niet kwijt, oh kut. Lekker gearchiveerd ook trouwens. Hebben ze geen documentnummer? Nou, ik heb geen idee. Ik zie het gewoon voor me. Hè. Je hebt s'nachts of s'avonds heb je de schoonmaakploeg. Die gaat al die bureaus afpoetsen, de beeldschermen. Die komt bij die kluis, die maak je even open. Hokken de binnenkant een keer uitstoppen. Dus wat je erin zet, dat haal je er even uit. Zet je ernaast. Je schopt het af, je zet wat dingen terug. Nou is het dingetje nat. Dus even nog niet terugzetten. Ja, dat. Ja, precies. En dan later, dat heb je dan naast jouw eigen tassen gezet. Want je komt toch van het winkelen af of zo. En dan zijn mijn tassen, dan ga je naar huis. En dan in de bus of in de tram zeg je... Oh, by the way, dit is helemaal niet mijn tassen. Nou, laat maar staan dan, want ja, ik neem niet zomaar iets mee. Ja, maar ik snap die, hè. Je moet natuurlijk zo'n kluis, ook als je gedweild hebt daar... moet de deur wel even open blijven. Dan moet luchten, anders blijft het een vieze natte bende daar binnen. Precies. En het is hardcopy personal files, hè. Dus dat is gewoon allemaal vervelende dingen. Dus dat is eigenlijk paniek in kluis, was het? Ja, paniek in kluis. Ja. Ja, wees wat anders dan een glas water, zeg maar. Maar het is echt gewoon, ja. Maar het feit dat het ding überhaupt open is, weg is, dat er dingen echt gewoon... Hè? Heel raar. En dat vinden ze daar ook. Dus daar, iets met messen en ruggen en moeilijk. En het spookt daar behoorlijk. En niet hard genoeg dat papieren de kluis uitwaaien. De volgende keer dat iemand van een overheid tegen mij zegt... ja, maar meneer, bij ons is dat allemaal super veilig. Ga ik dit voorbeeld aanhalen, denk ik. Ja, Europol's sensitive hardcopy HR files are kept locked away in a safe... in a room that is limited to restricted personnel. Very few people know the code to the safe. One of the officials who had direct knowledge of the procedure said... it's unclear how the files were taken. Behalve dat ze taken waren. Maar sterker nog, dat weten we ook niet. We weten alleen dat ze gevonden zijn. Dat is een takeover. Maar dan waren ze wel weg. Ja, dat zou je toch zeggen. Kunnen kopietje zijn, hè? I don't know. Oh ja, dat, ja. Maar nog steeds. Moeilijk lastig. Dus we weten niks, behalve dat daar vermoedelijk wat kopjes gaan rollen. Mm. Hou LinkedIn in de gaten, want dat is niet alleen maar voor Facebook. Ja, ja, ja. Weer beschikbaar voor werk. Ja, ja. Vorige baan. Na maandag heb ik alleen nog maar LinkedIn. Dat is, ja, dus. Die query moet er makkelijk maken. Dat mag nog, hè? Ja. Dat mag nog. Ja. Nou, even kijken. Atos going down. Peter, die heb jij aangedragen, toch?
Ja. Nee, het gaat niet goed. Maar ik weet niet of de Amerikanen het nu willen overnemen, omdat hij helemaal klapt. Nou, dat laatste ding, of tenminste, ja. Klappen niet en Amerikanen ook niet, want het is een Frans bedrijf. Dus ik denk dat de Franse overheid daar gewoon weer geld gaat schokken. Ja, dat betekent normaal dat Nederland betaalt, toch? Een prachtig probleem krijgen. Even het beeld, ze leiden al miljardenverliezen de afgelopen jaren. Ja? Okay. Dus het is... ik denk dat de Amerikanen, als ze een bod doen, gewoon een lege huls kopen en dan heel veel ontslagen vallen. Ja, maar normaal, als de Franse overheid noodlijdende bedrijven wil redden, dat betekent ook dat Nederland moet betalen? Hoe zit dat? Nou ja, dit is niet meer van Philips, toch? Dit is Origin is overgenomen door Atos. Dat is gewoon Atos. Ja, dus 1-1 en Atos. Ja. Dus wat ze dan heel veel hebben bij de overheid zijn... Vooral, ik noem het altijd detacheringsbundels. Dus je koopt een dienst en dan koop je een kratje FTE erbij. Het klinkt heel negatief wat ik zeg, maar dat vind ik altijd een beetje koelhandel. Het klopt wel. Afhankelijk van hoe dat synchroon loopt met het bedrijf, zijn ze succesvol. Nou ja, bij ons gaat dat redelijk goed, moet ik zeggen. Bij ons is het dan de politie. Ik ken natuurlijk meerdere overheden waar Atos zit. Ik hoor daar nooit echt paniekverhalen. Maar nu wel, want ik heb al diverse mensen uit de ambtenarij gesproken... die overwegen om mensen gewoon nu in dienst te nemen, ongeacht wat er gebeurt. Dus te insourcen dan. Te insourcen, wat is dat nou weer voor een belachelijk iets? Omgekeerd van outsourcen. Dat snap ik wel, maar... Is dat ook weer zo'n hip woordje? Nee, dat is heel lang al. Dat is gewoon een contractuele entiteit. Alleen wat je dan krijgt is ambtenaar werkt met formatie. Past dat? Je mag natuurlijk boven formatief aannemen, maar er zit natuurlijk een grens aan. Ja. Dus ik ben ook benieuwd wat de overheid nu voor reddingsmiddelen gaat doen. Dus daarom had ik hem er even op gezet. Ja. Interessante ontwikkeling. Het is wel. Atos zit in heel veel. Ik heb begrepen dat ze in Nederland wel groene cijfers schrijven. Dus dat de verliezen toch in het buitenland zitten. Ja, dat herkennen we ergens van, hè? Van de vliegtuigindustrie. Ja, precies. Dus. We gaan het zien. Ja. Maar het zit wel heel dicht bij mijn werk, zeg maar. Dus die mensen spreek ik dagelijks. Dus het is echt wel. Ik heb ooit bij Atos gewerkt, dus van mij mogen ze gewoon failliet. Okay. Wacht even. Ik heb gewoon bij Atos gewerkt, dus ze mag... Hoezo? Wat is de link hier? Het was niet een hele positieve ervaring. Vandaar. Het verhaal achter. Wil je het verhaal weten? Nou, duurt het vet lang? Moeten we wel een beetje aan time management doen. Nou, dat doe het een andere keer. Misschien kan je er van maken. Ben je genaaid, dan kan het morgen. Ben je genaaid morgen, ja. Zonder te zoenen. Je hebt consent, hè? Dat mag ook. Ja. Zonder te zoenen, ja, dat kan best een fetish zijn. Ja, mensen die vinden dat helemaal niks. Die vinden alle andere dingen leuk, maar zoenen niet. Dat kan Yucky en Ba. Ja. 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 Right. Hier heb ik muziekje bij. Ja. Huh? Ja, dat is voor de ingewijden dit. Waar is dit van, hè? Huh? Het spelletje Ghostbusters. Nou ja, wilde gok hoor. Dit is het main title theme van de originele film uit 1984. Zeker. Van Elmer Bernstein. Het is heel zachtjes voor de Jitsiers. Dus vandaar. Zo, denk ik even. Ja, dat laatste stuk. Dit zou ik nooit herkend hebben. Niet? Nou, ik vond het wel leuk. Ik had deze ook niet. Copyright strike. Maar ik moest hem even doen. Dus vandaar. Want ik zie iets met Ghostbusters op de pad staan. Facebook had een geheim projectje. En dat hadden ze project Ghostbuster genoemd. Oh. Ja. Ghostbusters, ja. Dat is wel slim, want de nieuwe Ghostbuster film is net in de bioscoop. Dus iedereen zal waarschijnlijk als ze dat lezen... Dit was al in 2016. Ja. Was er ook een nieuwe in de bioscoop? Die was heel slecht. Ja, dat was heel slecht. Was het 2016 dat was de center? Ja, dat was de center volgens mij. Maar het maakt niet uit. Weet jullie waarom die Ghostbuster heet? Want het gaat namelijk om Snapchat. Snapchat? Logo van Snapchat. Ja. Ja. Is een Ghostje. Is een spookje. Het is niet ingewikkeld, maar ik zag hem niet. En Ghostbuster, wat zij wilden... Snapchat omvergooien. Dus, eigenlijk wel, ja. Inderdaad. Ja. Het projectje was...
Ze wilden de traffic, hoe noem je dat? Het verkeer. Van het netwerkverkeer van mensen die Snapchat gebruiken. Mm-hmm. En tussen Snapchat en mensen die dat gebruiken natuurlijk, wilden ze hebben. Kijken of ze dat konden decrypten. Die ken ik wel. Ja. Ja. En konden zien wat die mensen allemaal deden. Want ze wilden graag begrijpen wat het gedrag van die mensen was. Want daar konden ze dan weer met Facebook op inspelen. Zogenaamd? Nee, dat is echt wat ze hebben gedaan. Alleen, dit mag niet, hè? Nee. Dus, maar eindelijk afluisteren van je klanten. Ja. Maar ik wil dus... Nee, niet eens van je klanten. Niet eens jouw klanten. Andermans klant dingen. Ik neem wel aan dat je iets van Meta geïnstalleerd had. Snap ik, maar wat je op Snapchat doet is niet... Nee. Als Facebook of Meta-gebruiker in het algemeen. Maar dat is als Snapchat-gebruiker. Ja. Maar ik snap het niet. Dan ben je Facebook, dan heb je best een beetje budget, denk ik. En dan heb je een heel nest marketingmensjes. Ja. En marketingonderzoekmensjes. Ja. En op het moment dat je gewoon 5 lollies investeert, dan komen er toch een soortje tieners aan. En waarbij je dan mag meekijken met wat doen jullie eigenlijk op Snapchat. Ja, zeker. Dat hoef je dan niet technisch op te lossen. Nee, wat is dit? Ik denk dat ze... dit is een datahongerdingetje. Meer data. En dan data. Is het allemaal wat... Je wil helemaal niet dat anderen dat weten natuurlijk. Ja. En ze hebben dit volgens mij, als ik dit zo lees, niet alleen voor Snapchat gedaan, maar ook Amazon en YouTube. Ja. Jezus, en kunnen we gewoon eens een keer normaal doen met dat gejat van die data? Serieus. Kunnen we dat niet gewoon data totaal is verbieden? Echt enorm. Serieus geld. Ja. Wat nou als we gewoon een boete bedenken voor alle data die jij opslaat die je niet echt nodig hebt? Ja, maar zoiets bestaat al. Ja. En waarom gaan we die dan niet handhaven? Ja, dat is een goede vraag. Omdat het niet gehandhaafd wordt. Wordt mijn boekenkast ook heel duur. Ja. Nou ja, dat, weet je. Ja. Kom op. Ja, maar goed, dit is dus ontdekt. En de heer gaat nog wel een rechtszaakje. Oh, het gaat weer duur hoor, dit. Dat mag je wel verwachten, ja. Het gaat ook heel veel... wordt natuurlijk heel veel mankracht opgezet bij dat soort dingen. Ja. Gaat heel lang duren allemaal, ja. Gaat heel lang duren. Gaat waarschijnlijk Meta een hoop geld kosten, maar niet genoeg dat ze... Dat ze kapot gaan sowieso niet. Precies. Nee, maar ze gaan uit maandag. Dat is wel een heel nieuw ding, zeg maar. Dat is toch goed? En maar alleen maar voor die 5 Freedom klanten, dus dat helpt niet. En iedereen die er in de buurt woont. Ja, niet zo lullig tegen Freedom, hè. Dat zijn wel vrienden van de show natuurlijk. Oké, 12. Maar dan mogen ze ook wel lekker sponsoren. Nee, we hebben één sponsor. Kijk, die staat hier op de mouw, hè? We willen toch wel... Serverius. Ik wil nog een sponsor. Ja, joh. Nee, maar we hebben afgesproken met Serverius. Kijk, het is niet van wij sponsoren, maar wij verbinden onze naam. We willen misschien wel een drankjesponsor. Ja, exact. Oh. Red Bull. Nee. Ja, maar er was ook nog wat anders. Ja. Ik weet niet, wie had dat gevonden? Ik heb het niet, maar ik heb het wel op... Die nieuwe maten bedoel je? Ja, nee, ja. Die nieuwe maten, die kennen we al. Mojo maten. Want die hebben... Trouwens, zullen we even een biertip doen dan? Nee, nog niet. Want dan komen we heel erg zo meteen nog een heel belangrijk segmentje. Ja, als wij de biertip doen, zegt iedereen... Yo, cyber, en dan is het klaar. Dan gaan ze allemaal naar de radio luisteren. Het drinken is weg. Ja, die heb ik weggehaald. Dat klopt. Preventief. Die heb ik naar boven gezet. Oh. Overgezet. Ja, naar boven. Boven. Ja. Oh, want scherm. Ik denk, wat ben jij aan het doen? Nee, ja, okay. Nee. Oké. Okay. Er is bij Mojo Mate heeft een community. Ja. En je kan je dus aanmelden om onderdeel te worden van de community van positieve, creatieve en open-minded mensen in Nederland. Okay. En je krijgt dan, je kan dan gratis drankjes krijgen, want sharing is caring. En limited edition merchandise. Okay. Ik ben eruit. Dus de vraag was, moeten we dit doen? Ja, natuurlijk. Ze gaan voor open-minded, mensen zonder grenzen. Ik ga ze vragen voor de grenzen, dat staat andere er podcast. Niet, hoor, maar... Ik ga ze vragen voor de andere podcast. Nee, voor deze podcast. Nee, natuurlijk niet. Dat vindt Serverius dan niet zo tof. Hoezo? Ze geven ons dan drankjes. Ik ga wel bespreken. Ze geven ons geen geld. Ik ga het drankers zijn op een gegeven moment zeggen van laat die rekening maar zitten. Vinden we dat Club goed, Maat is eigenlijk ook gewoon een sponsor, maar betalen wij. Andersom, die sponsoren wij, zeg maar, nogal. Kunnen ze niet een drankje op de markt brengen die de Matenaaier heet?
De batterijen. Ja, dat is leuk. Dan kan hij ook in een andere podcast. Dat kan. Prima. Ja. Dat kan prima. Gewoon twee podcasts in één keer. Ja, dat bedoel ik. Zie je me echt niet. Ja. Verder naar boven. Oké. Zijn we hier klaar mee? Want ik heb een knopje in mijn vinger. Doe maar een knopje. Ja, oké. Dan komt hij aan. Hè. Volgens mij zit Lisette in. Nee, want ik sta er niet in, hè? Nee. Ik ook niet. Is toch wel triest. Goeie cyber, slechte cyber, dames en heren, jongens en meisjes. Het is weer zover. Hier is Chantal. Nou, het is één dingetje. Maar we hebben het een aantal keer gehad over Sanderings huizen en grond in Twente. Ja. En dat voor veiling ging en toch weer niet. En toen weer wel en toch weer niet. En nu was het ook weer voor veiling. En nu is het wel verkocht. Oh, echt waar? Ja. Wie is de gelukkige? Nou, dat weten we niet. Oh, dat is... Maar het is verkocht voor 2,21 miljoen. Ja, en ik dacht... Dat is een koopje. Maar met een addertje onder het gras. Ja, maar er zijn nog meer addertjes. Inderdaad, er zit een nogal serieus addertje. Nou, is dit wel een verhaal waar heel veel addertjes in zitten, hoor. Dus dat is waar. Niet raar. Ja. Maar, het is op beveiligingstijd gegaan. Maar op beveiligingstijd wordt vermeld, melding gemaakt van een bijzondere veilingsvoorwaarde. En in die veilingsvoorwaarden staat dat het niet kan worden gegarandeerd dat de dwangsommen inderdaad verbeurd zijn. En je moet een rijschool hebben. Nee, dat was een grapje. Nee. Maar dus de dwangsommen zijn wellicht niet verbeurd zijn. En, want Sanderink kan daar alsnog een rechtspraak over aanspannen. En als hij die wint, dan heeft de koper geen recht op de grond. Terwijl hij wel al betaald heeft. Wat? Ik snap het niet. Maar, dus ik ben even googlen geweest. Want ik dacht van, grond, dit is helemaal niet duur, joh. 20 hectare voor 2 miljoen. 2,2 miljoen. Maar het is landbouwgrond. En zijn nogal andere prijzen. Ja. Dit is dus het komt dus neer op iets meer dan een ton in geld per hectare. Mm-hmm. Zo. Dat is nogal serieus boven de gangbare prijs. Wat kun je per hectare verdienen met zonnepaneeltjes neerleggen? Ja, dat is wat anders, want dat is geen landbouw meer. Oh ja. Dus dan moet je dus eerst een wijziging aan de bestemmingsplan hebben. Ja. Nou, maar dan ga je groen, dus dat krijg je vermoedelijk wel. Maar ingewikkeld. Ja. Dus dat mag niet allemaal zomaar. Dus maar dit is echt heel veel geld. Wat is het? Snel uit mijn hoofd. Is 35% boven marktwaarde. Zo. Okay. Nou, of ik heb de verkeerde databases. Maar Maar inderdaad, dat addertje is inderdaad dus... dus als Sanderink dus wint, dan heeft de koper geen recht op de gronden. En moet hij dus... in principe moet Sanderink het dan wel terugbetalen. Maar is maar de vraag of dat gebeurt. Dat geld krijgen. Dus wacht, dan krijgt hij zijn land terug. Dat kan hij dan verkopen en dan moet hij de dwangsom betalen of zoiets. Of waarschijnlijk is dat land, als hij dus die dwangsommen moet betalen, kunnen ze dat soort zaken waarschijnlijk opeisen, gok ik. En dan is het aan Sanderink om dan te zeggen, oh ja, dat land is nu weg, want ik moest die dwangsommen betalen. Dus nu krijg jij je centjes terug. Dat gaat natuurlijk nooit gebeuren. Nee, precies. Best een risico, hoor, als je dat aandurft. Ik vind inderdaad. Heb je te veel geld of zo? Je hebt veel te veel betaald. Dus dat, ook dat. Of niks meer te verliezen. Nou, in de chat wordt gezegd, afhankelijk van de regio, van 80 tot 200k per hectare. Oké. Okay. Dus, tot hoeveel? 80 tot 200k. Ja, maar ik zou dus nooit zo'n aankoop doen dat... Met zo'n clausule die erbij zit van, leuk, maar... We weten niet wie het is, hè? Dus dat kan natuurlijk ook even als een andere... Ja, maar wie het ook is, als je twee komt... Ja, maar dan zou het iemand die hij misschien... Niemand gooit toch 2,2 miljoen weg? Misschien is het Rian wel. Als het voor hemzelf is, fuck it niks. Even, want, het is al van hemzelf, toch? Het was. Nu niet meer. Ja, hij is het verkocht nu. Ja. Ja, maar misschien aan de BV niet wat zichzelf is. Oké, maar wacht even, want al die andere veilingen... daar heeft hij natuurlijk heeft hij tegengehouden. En hier heeft hij geen... er is zover bekend geen poging gedaan om deze veiling te voorkomen. Dat stinkt al. Ja. Ja, dat is raar. Ja, dus... Jongen. Ja. Oké. Okay. Dus we weten ook nog steeds niet of hij een nieuwe advocaat heeft. Dat is ook leuk. En misschien ook nog even goed om te weten. Hij moet aan Brigitte van Echten 2,65 miljoen betalen. Dus dat is niet genoeg. Wow. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou, dat was de goede cyber, slecht cyber update. Ja. Dat gaat over poen, hè? Het blijft over poen gaan. Het volgende onderwerp op de pad, ik moet zeggen, dat vind ik best leuk. Ja, hè? Ja, dat vind ik best leuk.
is verslavend leuk, heb ik gemerkt. Ja. Ik struikelde erover ergens in een artikeltje en het gaat over app.suno.ai. En dat is een AI en die maakt voor jou muziek. En dat is echt, je tikt de prompt in, je schrijft welke muziekstijl erbij en dan maakt hij voor jou op basis van jouw prompt, maakt hij een twee coupletten en een refrein. Er zit stem bij, er zit melodie bij, drums, bas, whatever. Echt een compleet stukje van anderhalve minuut. En dan ga je in eerste instantie proberen gewoon voor jezelf wat. En dan, hey, leuk, ik heb iets voor de Angry Nerds. Nou, huppakee, dat gemaakt. Dan is het van, oh, dus binnenkort is er iemand jarig. Oh, nou, die is jarig en die wordt dan zo oud. En die houdt van, weet ik veel wat, auto's, noem maar wat. Nou, dan maakt hij daar ook een melodietje van. Kun je zeggen, nou, ik wil het in jazz hebben, of in blues, of in speed, punk, rock. Dat kan allemaal. Zo. Het is echt heel verslavend spul. app.suno.ai. Ik zit even in te loggen. En ik laat wat dingen creëren. Want je moet wel met een Google-accountje en zo, hè? Ja, je moet even met je Google inderdaad. Ja. Nou, wat ik heb ingevuld is Angry Nerd podcast jingle. Ja. En het ziet er naar uit dat hij er eentje heeft. Even kijken. Of dit ook wil spelen. Hij maakt normaal gesproken twee. Ja, even kijken. Hetzelfde tekst, maar iets verschillende melodieën. Ik moet even kijken, want ik merk net dat ik jullie anders moet uitzetten als ik dat doe. Dat is natuurlijk niet helemaal wenselijk. Ja, dan gaan we het grote niets in. Even kijken. De Angry Nerds podcast jingle. Even zien, nu pauze. Ik heb geluid op dit kanaal. We gaan eens even horen. Hoop ik. Als je spelen wil. Spannend. Oh, ja. Huh? Je weet wel spannend. Ik zie het al. Ja, nee. Sorry? Radiotechnicus, die maken altijd van dit soort shit. Every Thursday at 8 p.m. We tune into the Angry Nerds show. Privacy, security, ethics and more. They discuss it all there in the know. From hackers to data breaches, they've got it covered. Keeping us informed, they never miss a beat. Analyzing the latest set trends and policies. Their knowledge and passion can't be beat. Can't be beat. Tune in, get ready for the Angry Nerds podcast. A weekly dose of intellectual bliss. They'll entertain and educate in each episode. Join the conversation, they won't let you miss. Hij is wel lang. Allemaal? Ja. Heel lang. Ik vind het geen jingle, inderdaad. Nee. Weet je wat het grappige is? Ik heb natuurlijk... Ik ben er heel hard. De prompt, ja. Oh, je bent heel hard te denken. Ja. Ben ik heel hard? Ja, op de Jitsi. Hoe kan dat nou? Ik heb niks veranderd. Je switcht van kanaal of je doet iets met je volumecorrectie. Je doet iets. Ja, dan heeft Jitsi iets gedaan met de volumecorrectie. Want ja, dit is niet... Oh, als ik deze openzet, wacht op. Hallo, is dit het probleem? Dit is goed. Is goed. Oh, heel grappig. Nee, maar dat is verslavend, hè? Maar je kan het ook in het Nederlands doen, Jeroen. Ja. Oh, oké. Okay. Nou, het enige wat ik heb ingevuld hier is Angry Nerds podcast jingle. Ik vind het best dat hij er ook wel goede onderwerpen bij heeft. Luister even naar het begin, moet je horen. Every Thursday at 8 p.m. Dat hoorde ik niet. Gekkenhuis. Ja. Heb je echt alleen maar Angry Nerds podcast? Ja, alleen maar hier Angry Nerds podcast jingle. Dat is mijn prompt. Hij heeft gewoon verzocht. Niet door de war met nerds om tafel. Helemaal. Nee, hij maakt niet this is Randall Pelen. Nee, helemaal niet. Nee. Hi Randall. Marcel, ik had natuurlijk wel ook al een jingletje in de signal gedeeld. Oh, je hebt natuurlijk al een keer... Heb jij hem geleerd? Als er al iets gegenereerd is, dan zal hij dat weten. Dus het is gewoon een large music model. Een large. Ja. Ik had zitten spelen met de custom tekstversie. En ik had hem heel weinig tekst gegeven. En dat had als gevolg dat ik dus inderdaad een heel kort stukje muziek met tekst kreeg. En daarna gewoon een perfecte stinger met een los stukje instrumentaal. Oh, wauw. Want hij had geen tekst meer.
Omdat ik hem had beperkt in de tekst. Ja, dan kun je me inspreken. Oh, wat vet. Mooi. Ja. Ja. En hoe heet dat ding? Is dat in de SQL. Is dat bijvoorbeeld Angry Nerds Nation of zo? Want die zie ik er ook. Hij komt er even met drie. En die heeft hij volgens mij allemaal gewoon gevonden op voor afgemaakte prompts, zeg maar. Bijvoorbeeld ook deze. Even kijken. Angry Nerds Nation. We're the nerds you can't contain. Talking comics and games. We're insane. Talking games? Nou, dat is niet waar. Keyboard Warriors, podcast champions, streaming live and raising our hands. Nee, dit is helemaal verkeerd. Comic cons to the gaming halls. We're the ones. Nee, dit is helemaal verkeerd. Dit is, maar oké, okay, het toont wel aan dat hij inderdaad zoekt naar dingen die al eerder gegenereerd zijn. En kennelijk is er iets dat Angry Nerds Nation heet. Daar zijn ook dingetjes van. Maar als hij luistert of zoekt naar iets wat hij al eerder gegenereerd heeft, dan vind ik me nog meevallen ook dat hij nog niet helemaal full-on neonazi is geworden. Precies. Want dat is ja. Nee, maar normaal. Dat vroegen we niet. Komt nee, nog. Wij niet. Komt nog. Maar gaan we het nog wel regelen. Oh, ik kan eens zoeken op Adolf Hitler, kijken wat hij maakt. Maar volgens mij krijg je dan een heleboel dingen. Nee, doe me niet. Nee. Nee, dat doen meestal andere mensen voor je. Vandaar dat het mij... Ja, exact. Dus dan krijg je een hoop zoekresultaten, want je hebt genoeg mafkeizen. Ja. Dat je maar even zeggen. Nog netjes, zeg maar. Ja. Ja. Alright. Oké, okay, nou, leuk. Hoe heet dat ding ook weer? Suno. Suno. app.suno, S-U-N-O, en van Nico, .ai. We kunnen een wedstrijdje maken wie de leukste Angry Nerds dus ik hoef alleen maar .ai te blokken op mijn firewall. Oké, okay, helemaal goed. Nou, dan moet je in de signal even terug naar zondagochtend, want tijdens de koffie heb ik hem maar zitten spelen. Ik ga eens even kijken. Ja, volgens mij heb ik daar wel een deel van gezien en er een paar opgeslagen. Dus maar dan moet ik nog even mee gaan. Ja, niet dus, voor nee, goed. Niet voor nu. Even kijken. Ja. Er staat nog wel wat op het bed. Nee, ja, maar we... Ik zet even Chantal de microfoon aan. Dan kan ze... Oh, stond ik uit? Ja, nee, niet, maar uit. Dat staat hier, microfoon aanzetten. Oh ja, dat klopt inderdaad, ja. Ja. Oh, ja. Ik ontgrendel mijn scherm even. Ja, dat kan ik meelezen. Ja, hartstikke ja. Goed. En dat doet Temu ook. Hartstikke handig, toch? Ja. Als je microfoon aan wil en je scherm ontgrendeld hebben, dan... Ja, precies. En weet iedereen wat Temu is eigenlijk? Nou, ik zie er wel eens. Ook dit zie ik weer natuurlijk op de socials voorbij komen. Het is zo'n winkeltje. En ik heb er nog niks mee durven doen. Want het is een winkeltje. Inderdaad, precies. Het is best wel groot. En het moet is een beetje. Aan Wish. Wish, AliExpress, dat soort dingetjes. Maar dan alleen via een app. Alleen via een app. Ja. En ja, Evil. Precies. Ja. Het trekt heel je telefoon leeg, toch? Klopt, inderdaad. Ja. We hebben heel lang over TikTok lopen zeiken, maar Temu is nog veel erger. en dat hebben een aantal onderzoekers inderdaad eventjes onderzocht. En het is echt wel een enorm superpopulaire app, dit. Heel veel mensen gebruiken deze, dus dit is best wel eng. Je staan inderdaad wel hele enge dingen bij. Klopt, inderdaad. Zo wil de app ook rechten om je telefoon 's nachts te ontgrendelen zonder dat je erbij bent. Ja. 's Nachts te ontgrendelen. En Temu wil ook audio kunnen opnemen. Juist. Terwijl je er niet bij bent, of wel bij bent, maar niet doorhebben. Nee, precies. Ja. En 's nachts inderdaad. Toegang tot je foto's, adresboeks en de babymonitor app die je op je telefoon hebt staan. Ja, ze willen eigenlijk gewoon overal toegang tot hebben. En het schijnt dus ook dat ze die data wel binnenhalen. Ja, dat lijkt me. Ja. Dus het is misschien nog wel meer dan Facebook. Wat maakt nu deze app dan zo populair? Ziet het er mooi uit? Nee, het is hele goedkope shit. Ja, het is je kan er alles kopen van matige kwaliteit. Ja en ze zijn goed in marketing. Wordt snel bezorgd. Je krijgt allemaal van die codes. Het wordt snel bezorgd, inderdaad, klopt. En je krijgt van die codes waarbij je praktisch bijna voor €1 bestelt. En dan heb je echt een shitload aan spullen. Plus €50 invoerkosten Nee, dat was vroeger. Dat is al lang niet meer. Is niet meer. Oh. En het komt ook, volgens mij komt Temu ook wel heel veel gewoon vanuit warehouses in Europa. Dus, kun je nagaan hoe lang ik dat al niet gedaan heb? Nee, het is snel binnen. Het is goedkoop. Ze zijn goed in marketing. Het is rete populair. Je hebt allemaal van die influencers die er reclame voor maken, die daar ook voor betaald krijgen. Ja. En van die kortingscodes hebben en weet ik veel wat allemaal. Dus
En nu is dit bekend. Ik ben benieuwd wat hier nog allemaal mee gaat gebeuren. Natuurlijk. We kunnen wel eens wat polletje doen. Wat gaat er gebeuren? Wie zegt er helemaal niks? Nou, wanneer gaat dit allemaal lekken? Nou, Temu zegt, is er hoor en wederhoor en andere hoor gedaan. En op 26 maart, dat is best recent, dat was eergisteren, laat Temu weten dat de informatie over het ontgrendelen van de telefoon en het opnemen van audio onjuist is. Het bedrijf ontkent dat dit gebeurt. Uh-huh. Op onze vragen over meer informatie over de broncode, want we hebben het in de fucking code zien staan. Waarom zit het dan wel in de code? Nee, het gebeurt niet. Ja, ja. Uh-huh. Ja, oké. Okay. Het zit in de code, maar het gebeurt niet. Ja, dat is echt van... Het zit wel in de code, maar we hebben het uitgezet. Uh-huh. Dat zouden we nooit doen. Ja. Ja. En Temu doet geen klantgegevens verkopen natuurlijk. Nee, betalingsgegevens delen met partners. Ja, dat is ook nog wel een dingetje. Want er is een heel dingetje geweest. Er wordt overal geadviseerd... doe niet op Temu betalen met... creditcard, waarschijnlijk. Met Ideal, je creditcard, dat soort dingen. Je moet PayPal gebruiken. Ja. Want het is echt heel veel gebeurd dat de creditcardgegevens ineens op het internet ergens stonden. Goh. Dan sta je PayPal-gegevens ergens anders. Ja, maar dat, omdat je daar via een ander portaal dat doet, PayPal, dat hebben ze dan niet. Ja, bij PayPal moet je nog even inloggen. Ja. En dan kun je je transactietje doen en dan is het klaar. Maar met die creditcard, als je dat hebt met je CVE-code, dan is het gewoon klaar. Iedereen kan dan... Ideal dan. Bij Ideal moet je toch ook eerst... misschien was het niet Ideal, maar... Domme kruim, maar uitverzakking, joh. Andere bankachtige. Maar kijk heel goed uit. Je betaalt met Ideal. Nou. Ik wel. Hè? Je moet gewoon een debitcard hebben. Of toch die tractatiezakjes binnen 3 dagen thuis hebben. Hè? Dus, Het enorme grote advies wat ik heel veel zie is... doe PayPal, dat is de enige veilige manier waarop je op Temu kan betalen. Ja, en bij PayPal heb je ook gewoon het recht op recall. Dus je kan gewoon tegen PayPal zeggen van oké, nou, dat klopt helemaal niet. Oplichters zijn, wat dat betreft, je krijgt je spullen wel. Ja, dat is waar. Maar PayPal gaat er niets aan doen dat ze 's nachts jouw telefoon ontgrenden en dat ze audio opnemen. Nee, maar je kan dan, als je ontevreden bent met de aankoop, kun je wel zeggen van nou, ik kom er niet uit met die. Als jij zegt, joh, die tractatiezakjes van 2 euro vond ik toch niet zo mooi als ik dacht, dan kan je misschien die 2 euro terugkrijgen. Precies. Dat Behalve bij loterijen. Heb ik net geleerd. Ja, maar Temu is bijna ook een loterij. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Nee, ja, Temu. Heel interessant. Ik ben benieuwd wanneer al die data gaat lekken. En wat dan de gevolgen gaan zijn. Ja. Zouden er nou echt mensen zijn die denken... oh, kut, hier moet ik mee stoppen? Of gewoon, is dat, dat kansloos? Ik denk heel... dat mag ik misschien niet zeggen, laat maar. Nou, zeg maar. Nou, dat de mensen die daar veel op shoppen... daar misschien niet zo'n boodschap aan hebben. Nou, nee, misschien dat ze nu op een andere manier gaan shoppen. Dat weet ik niet hoor. Ja, misschien hebben we bepaalde mensen toch een heel klein deel. Deze app is wel zo gemaakt, een beetje zoals social media. Het is gemaakt om je vooral hier verslaafd aan te maken. En exact. Als je, je hebt een soort van hele feed ook op Temu. Hè? Dus alle dingen waarvan ze denken, wat vind jij leuk? Dan zie je dat. En dat heb ik ook als ik het open. Krijg je weer kortingscode hier. En dan kan je weer bestellen. En dan kan je weer wat gratis krijgen. Hoe is dat logisch? Is een beetje goed? Dat weet ik niet. Ik heb het niet. Maar die zet Ja, maar die zet wel. Ja, nou ja, ik heb dus echt als ik het open. En Jade zit naast mij, dan is het... Oh, maar dus kan de feed klopt wel, zeg maar. Oh, het klopt. Ja, perfect. Is Jade gewoon, als het maar glitter en een unicorn is... want dat algoritme snap dat ik ook. Maar dat is precies wat we zien. Ja, ja, sure, maar dat snapt mijn... Maar dat zegt hij van ons gewoon bij elke tv-reclame, hoor. Mama. Het beweegt, hebben. Ja, mama, hebben, ja. Kan je deze kopen voor Maar goed, zo is die app dus wel... het is wel echt gemaakt om dat te doen. Dus ja, die mensen die er al diep in zitten, dat wordt lastig. Maar ik hoop wel dat mensen denken van... misschien moet ik die maar niet gaan gebruiken. Ja. Een van de dingen die je misschien wel kan kopen daar... Of had je nog... Ik hoorde Ad nog wat zeggen. Ja, ik wou zeggen, kom gezellig discussiëren en een polletje starten bij ons op Discord. Oh, ja goed, we hebben Discord nog niet genoemd. Inderdaad, helemaal gelijk. Ja, in onze Discord. Oh, dat is wel een leuke poll trouwens. Ja, leuk pollmateriaal dit. Echt? Wat je misschien kan kopen op die Temu is dit is een beetje een raar verhaal. Je hebt dus een soort bewakingscamera... En die doet AI-dingetje en dan gaat hij kijken. En als hij de persoon niet herkent, dan schiet hij of een balletje... of wat anders, of traangas heb ik ertussen zien staan. Echt waar? Dat heb ik. Dat ding valt je aan. Traangas? Je kon teargas, kon je kiezen. Oh. Ja. Dit. En dat verandert voor mij natuurlijk ook het verhaal een klein beetje. Want ik zat al te lezen, ik denk... Dan wordt het een wapen. Ja,
Pang, pang, balletje schieten. Nou, daar zal de gemiddelde inbreker van schrikken, zeg. Een paintballkogeltje of zo, ja, zo'n pelletje voor zijn bek. Dat is wel van... Schieten toch? Ja, dat kan ten eerste pijn doen. En dat vindt iedereen lekker. En, maar wat je, als het een semi-hete daadje is... en de platte pet staat voor je deur... En je hebt een oude aan je hoofd. Ja, dan is het gewoon... heb je hem gezien? Nee, maar je zoekt die smurf, zeg maar. Gewoon dat... we hebben blauwe kogeltjes. Die fluoriserende meneer, die ja, is... Ja, dus... Ja. Neem je blacklight mee, daar heb je, zeg maar. Dat is dan wel doen. Maar ik dacht alleen maar paintball. Ja, was, ik maar... dacht gelijk aan een wapen. Ik denk het wordt schieten, weet je wel. Maar ja. Dit vind ik wel chic. Nou, ik heb het even zitten lezen en tear gas is gewoon een optie. En ik, ja, mijn vraag is dan natuurlijk... Oh ja, tear gas is echt een optie. Nee, dan wordt het een wapen, hè. Repressie. Dat is natuurlijk... Ja, maar met paintball toch ook? Ik mag toch ook niet zomaar op iemand gaan schieten met een paintball? Maar goed, je kan ook gewoon paint spuiten en dan is het... En je doet het dan op borsthoogte, dan is het alleen maar vies. Als ik dat volledig geautomatiseerd doe met een AI-ding aan mijn voordeur... Dat is het idee. Zoveel bar, en met zoveel bar eruit knallen. Als ik het apparaatje zie... Ik moet zeggen, ik dacht hier aan een 1 april grap. Want als ik het apparaatje zie, dan denk ik... Ja, als dat ding een schot lost, flikkert hij naar achteren. Ja, want dus ja, dat is, ja, is wel een beetje een gek... Hoeveel bar je erop duwt, zeg. Ja. Ja. Dus ik weet het niet. Maar aan zich, het staat op pre-launch, wat natuurlijk een soort Kickstarter is. Mm-hmm. En of het nou wel of niet tegen de wet is... Kijk, als jij überhaupt niet van plan bent om het ding te leveren... maar alleen maar geld lopen in te trekken, dan snap ik hem weer. Want als ik kijk naar de foto's... Sorry, Peter. Ja, maar als ik kijk naar de foto's van hoe het ding geïnstalleerd staat... Het ding staat gewoon niet geïnstalleerd. Ik bedoel, hij staat halverwege... AI gemaakt. Een soort AI. Zou het? Ja, maar dan halen die pootjes er vanaf. Nou, oké, want ik zie dit dus ook... Het is gewoon een desmodel wat gewoon op een hoek is neergezet. Oké, maar kijk eventjes goed. Want al die plaatjes zien er ook net even... Zien ze er allemaal net even iets anders uit. Oké. Nou, ik vraag het hier om Jos. Omdat, als je helemaal naar beneden scrolt, is die echt wel flink rond. Heel rond. Oh, dat is van de zijkant. Oké, ja, dan is die rond inderdaad. Oké, want ik vraag me af of jij kan zien aan hoe die opgesteld staat... wat dan bijvoorbeeld het uitgangsvermogen is van zo'n schot. Ja, hij staat hier echt het is een heel klein regeltje. Er kan geen druk achter zitten, want dan flikkert die om. Dus ja. Gaan pressed air tubes. En de plekken waar de schroeven in moeten zitten, die zitten niet op het hout. Het is echt gewoon. Het is speelgoedwerk, zeg maar. Ja, maar dit is toch 1 april dan? Nee, maar. Of er komt een kogeltje uit, gewoon. Pff, weet je, en dan. Leuk. Dat werkelijk niks doet. Jaren geleden bij de Hackerspace in Leeuwarden, die helaas ter ziele is op dit moment. Hebben wij ooit een paintball gun gemaakt die daadwerkelijk op bewegende dingen schiet. Uh-huh. Uiteindelijk zijn het rubberen balletjes geworden in plaats van paintball balletjes. Dat scheelt in opruimen nogal wat ellende. Ja. De ding beweegt bij elk schot. Ja. De recoil is ook bij een paintball gun dat moet wel genoeg. Ja, dit ding is gewoon... Volgens mij krijg ik geen magazijn leeg... want dan ligt hier 25.000 onderdelen op de grond. Ik weet niet wie van jullie... Ja, er is dus een foto dat hij in zo'n... gefotoshopt... Nou, die is lelijk, die laatste foto. Ja, ik doe net in de chat. ziet er... Dit kan niet. Dit kan niet. Ja, die zit gewoon met één... Eén schroefje zit hij vast. Ja, ik weet niet wie van jullie wel eens echt gepaintbald hebben. En echt een beetje competitief gepaintbald. Nee, maar ik snap dat dit niet kan. Dat geeft best een klap als je met zo'n ding schiet. En dat is oké, dat is de sport, hè. Maar als je dat op zo'n plastic dingetje zet... dan maakt hij een achterwaartse salto als die afgaat. Dat is en die op het randje van het, die foto's op het randje van het dak. Ja. De inbreker gaat wel gewond raken... maar dat is van het ding wat naar beneden flikkert. Denk ik. Dus ja, het is... Ja, of zeg een dermate schrik dat hij... Dat kan ook. Dat kan ook. Hij schrikt één keer van zo'n balletje die afgeschoten wordt... want dan is dat ding omgeflikkerd en ook dan... Ja, maar dan kan je beter alleen geluid doen, toch? Alsof er geschoten wordt. Ik denk dat dat dan... Dat is dan wel weer leuk. Net zo goed waarschijnlijk. Dat is dan wel weer leuk. Gewoon als je hebt een soundsystem in je tuin... en dan als er iemand loopt, weet je, dat is leuk. Zijn we er al? Biertipje? Of hebben we nog... Volgens mij... Ja. Ja.
Of moeten we Bram nog even het laatste woord geven? Want hij vertelde, hij heeft het wel volgehouden, zeg. Hij zit hier de hele avond, zit hier gewoon mee te luisteren. Blijkbaar leuk. Ik ben echt heel benieuwd naar het bier. Okay. We eindigen altijd op een biertip. En dan is het aan ons of aan luisteraars of aan de gast. Ja. Van wat, want op het moment dat de term cyber valt, dan drinken wij. En de lui die thuis zitten, die kunnen dan ook aan de alcoholische verstapeling. Drie bier drinken. En dan is het inderdaad van, wat was jouw biertip voor vandaag? Wat voor biertje drink jij normaal? Ben je van bier? Hertog Jan. De gewone... Niet slecht, niet slecht. Okay. Nee, gewoon echt prima. Echt de pils. Ik heb nog wel even een vraag aan die man die daar zit. Volgens mij was dat Jeroen. Dat vuur, gaat dat vanzelf? Linksboven? Ja, dat is Jeroen. Ja. Hoe werkt dat? Jeroen zit in Frankrijk op dit moment. Ja, hoe werkt wat? Sorry? Nou, moet je er geen hout op gooien? Of? Jawel. Maar het, er zitten twee brokken in. En die zijn alle twee 50 centimeter lang. Dus dat duurt even. Oké. Ik heb net, gisteren heb ik de nieuwe lading hout besteld. Dat gaat in sterres, dus niet in kubes. Want een kuub hout, dan moet je de lucht tussen de stammen moet je erbij rekenen. Dus een ster is groter dan een kuub. En dan heb ik hier vlakbij een... Jérôme heet die. Oh, grappig, hè? Jeroen, Jérôme. Dus dan liep ik langs en joh, Jérôme, ik heb een paar sterren nodig. En dan komt hij dat brengen met zijn heel oud tractortje. Hij is zelf rond de 30, maar die tractor is heel oud. En met stapelservice heet dat dan. En dan, daar moet het komen. Nou, dan chop, chop, chop en dan legt hij daar neer. En dat gooi je onder je oventje en dan kan je koken met sterren. En dan, ja, precies. Ja. Fantastisch. Ja, maar jij hebt denk ik de biertip erop gezet. Nou, Alex, luisteraar Alex. Ik heb eventjes uitgezocht wat voor een biertje dit was. Je kent haar van, jij drinkt geen bier, van dus. Al die coole fillertjes en zo. En al die mooie logootjes. Dat is Alex. En zij zegt, ik had vanmiddag aan de telefoon of gisteren. En toen zei ze, wist jij dat er AI-bier is? Ja, er is wel meer AI-bier. Jawel, die hebben we ook wel eens in aflevering gehad. Ik ben helemaal niet van het bier, maar ik denk, wat AI-bier? Nou, schijnt het zo te zijn dat er een recept is verbeterd door middel van AI. En maar ik heeft zij het gezien of heeft ze het geproefd? Nee, ik denk niet dat zij het heeft geproefd. Het is van de Frontaal Brewing Company. Ja. En het is Triple Intelligence. Ja. Leuke naam. Ja. Het is een triple met peer- en kandijsuiker. Ziet je beuren. Beeld bij, ja. Maar het recept is geschreven door AI, gebaseerd op data van onder andere Untappd. Triple Intelligence is nu tijdelijk verkrijgbaar in onze herfstdeal. Ja. Oh, dat is een beetje te laat? Of dat heel denk vroeg? Ik. Misschien wel. Er stond nog ook iets anders bij. Of heel vroeg. Herfst- en voorjaarsdeal of zo. Dat ze nu gaan brouwen. Herfstdeal. Okay. Zet je verwarming aan. Leun achterover. Mag ik even wat zij erover zeggen afmaken? Ja. Want de smaak van deze trippel is dus volledig afgestemd op de behoeften van de bierdrinker. Welke bierdrinker? Ik weet niet. Alle bierdrinkers op Untappd. Ja, dat vind ik wel... Dat zijn best... Ja, normaal zie ik als je daar het gemiddelde van hebt... Ik word er dus wel slimmer van. Ja. Triple maar ze zeggen wel dat het interessant is. Dus, wie drinkt er dan bier met peer? Nou, ik denk dat op Untappd, dat is best een specialistisch bierplatform, zeg maar. Je kan daar de gekste in... Peer is nog behoorlijk middle of the road voor bier, denk ik. Ja, de herfstdeal en de frontaalbox, daar zit hij ook in, dus... Ik vind het trouwens wel geniaal gevonden dat je triple intelligence doet en dan bij Untappd. Dat vind ik leuk. Ja, daar ben ik dan weer. Basically, dit moeten we hebben. Dit moeten we hebben, ja. Maar wel even wachten tot het herfst wordt, want dan kunnen we bestellen schijnbaar. Het zit ook in de frontaalbox. Dat... Oh, hij is er gewoon nog wel. Ik kan hem niet vinden, maar ze zeggen het. Maar ik kan hem hier gewoon per stuk bestellen, dus wat willen we nou? Ik vraag gewoon of Django morgen wat blikjes meeneemt. De frontaalbox en de herfstdeal nog. Maar je kan hem gewoon per stuk bestellen hier. Okay. Hoeveel van die zo'n box hebben? Wel, groot. Meer is beter. Size matters.